Goedenavond, dames en heren. Welkom. Welkom terug, zou ik haast zeggen, bij dit kenniscafé. Het eerste kenniscafé van na de zomer van dit prachtige jaar 2017. Welkom bij het kenniscafé van de Bali, waar we zijn, van de Volkskrant, waar ik van ben, Martijn van Kroonthout. Van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En van Science Museum, moet ik zeggen, NEMO. Lucas Keining weet er alles van. Die man in die witte jas daar. Welkom bij dit kenniscafé. Het is immers de derde maandag van de maand. En dan houden wij hier altijd gesprekken over wetenschap. En je zou kunnen zeggen de rest van de wereld. Met deskundigen, maar ook vooral met u hier in de zaal. Het publiek. We willen graag praten met en over wetenschap. Vanavond, dat zal u niet ontgaan zijn, gaan wij het hebben over afval. Over vuilniszakken, over zwerfvuil, hergebruik, recycling, statiegeld. En over de vraag van wie die troep eigenlijk is. Is die wel van u, als u hem maakt? Ja, het is maar een vraag. We gaan er antwoorden zoeken. En trouwens, als het al troep mag heten. Want sommigen hebben het opeens over grondstoffen. Als het gaat om wat er in mijn vuilniszak zit. Kortom, bestaat afval. We zullen het zien. Maar we hebben het er in ieder geval een hele avond over. Even een paar huishoudelijke zaken. We zijn hier zichtbaar op internet. We zitten op een livestream. Dus er zijn mensen, hoop ik althans, die vanuit Sao Paulo ook meekijken. Dat heeft een paar consequenties. Ten eerste, u bent zichtbaar. Lijkt mij geen probleem, maar als u dat bezwaarlijk vindt, dan moet u uw conclusies trekken. Iets anders is dat ik ben versterkt, u niet. Als we met elkaar praten, moet u even wachten tot er een microfoon in de buurt komt. Anders dan gaat er wat communicatie betreft iets mis. Het is hier een kenniscafé met café aan het eind. Dat wil zeggen, we hebben niet echt een bar met een gezellige meneer of mevrouw erachter. Of iets anders trouwens, dat mag je ook wel eens zeggen. Maar we hebben wel een bar die u zelf kunt bedienen. Dus ik zou zeggen, sla uw slag als u dorst hebt, dat mag. En reken dan even af met de kassier. Het gaat tot nog toe altijd goed en ik verwacht eigenlijk niet anders van het publiek dat hier zit. Al kan ik u helemaal niet zien, want ik sta in het licht en u niet. Maar dat gaat goed komen toch? We hebben het over afval. En we zagen eigenlijk bij het inlopen zagen we al iets interessants, namelijk beelden uit Indonesië. En in de zaal zit Su Tomese. En die komt er nu aan, want zij is namelijk de maker van deze film. Su Tomese, dames en heren. Dankjewel. Dag Su, ga je foto's maken? Oh, straks. Ja, misschien. Ja, oké. Okay. Je moet wel in de microfoon, anders dan gaat het niet. Oké, okay. We zagen een film, die heb jij gemaakt. Ja. Waar speelt deze film en waar gaat die over? Deze film speelt in Yogyakarta, de derde stad van Indonesië, ja. Van Java. Ik woon daar sinds een jaar of 5, 6, een deel van het jaar, 3, 4, 5 maanden. Ja, ja. Want mijn man is Indonesisch. En toen ik hem had ontmoet, toen ontstond al vrij snel het idee in 2011 om te focussen op de straathandel. Ja. En die vindingrijkheid, weerbaarheid, veerkracht en dergelijke. Uh-huh. Die straathandelaren noodzakelijk, uit economische noodzaak aan de dag moeten leggen. Ja. En ik zie daar als beeldend kunstenaar installaties en performances in, zoals ik die ken uit de beeldende kunst. Deze film, dat is geen doorsnee documentaire. Er zit geen dialoog in, geen interviews. Je observeert alleen. Ik observeer, ik ben een fly on the wall. Ik heb ook de tijd kunnen nemen. Ja. En ik heb natuurlijk mensen ook expliciet gevraagd, Jangan, lihat, camera. Dus kijk niet in de lens van de camera. Omdat ik heel graag wilde dat we gingen zien hoe dat leven daar is. Mm-hmm. En altijd als ik deze film zie, vorige week heb ik hem helemaal gezien in Nijmegen bij het Indo Filmcafé. Ja. Het ontroert me. Want deze mensen doen dit morgen, ja, gisteren. Je hebt hem zelf gemaakt. Nee, maar dat ook. Maar ik word ook ontroerd door stukken door wat je en ziet. Films van juist. Nee, maar ik gewoon het besef ja. dat die mensen dat gisteren, vandaag en volgende week
nog steeds doen. Ja, ja, ja. Het gros dan. Nu liet jij ons eigenlijk weten dat deze film bestaat. Naar aanleiding van een stuk in de krant. Dat hing aan het kenniscafé jouw over stuk. Afval. Ja. Ik had een stuk geschreven met een van onze gasten, met Freek straks. Ja. Uitgebreid gesprek over Indonesië en afval. Hoe dat daar heel anders georganiseerd is. Ik zie inderdaad overal... Ja, eigenlijk schone straten en mensen die van alles en nog wat opnieuw gebruiken. Ja, dat valt wel mee, die schone straten. Want je wordt niet blij van de berm. En iedereen flikkert ook alles op straat. Dus ik denk dat er... Want ik vind zelf, waarom ben ik in godsnaam in Indonesië terechtgekomen? Nou ja, de liefde bracht mij daar dus. Ja. Maar ik word daar niet blij. Dat niet. Iedereen gooit alles op de grond. Ja. Of het wordt verbrand. Uh-huh. Of begraven. Juist. En de vraag... dat is echt... Zo hoort het zo eigenlijk ook slecht niet. Voor het milieu. Oké. Maar er wordt veel hergebruikt, dat zag ik wel. Dat klopt, maar ik stel mij ook vraagtekens bij... hoe lang kan je iets hergebruiken? Aha. En wanneer is iets afval? Bijvoorbeeld, je zag, ik weet niet of je het hebt gezien... iemand repareert een stuk karton met een soort raffia. Dat is plastic draad. En dan die eindjes die hij eraf brandt met een sigaret, dat is wel afval. Dat belandt op de grond, dus in het regenwater, dus et cetera. Ja. Maar dat dekje, dat wordt dus inderdaad op een brommerzadel gelegd tegen warmte en stof. Dat is een ongevraagde service. Daar betaal je 1000 roepia voor. Oh, als je met je bromfiets rijdt, doet iemand dat al. Ja, ja, okay, dat krijg je automatisch. Die straathandel moeten we gewoon volgens mij een keer een hele avond aan wijden. Juist, ander moment. Okay. We hebben het nu over afval. Goed, die film, tot slot. Kan ik die ergens bekijken? Zeker. De URL is jalandemovie.com. Ik heb ook kaartjes bij me voor als je geen pen of bij je hebt... of geen olifantengeheugen hebt. En ik heb de film, ik heb een paar exemplaren bij me. Die zijn te koop. Ik ben er nog even na dat dit kenniscafé besluit. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Dus dank je. Suutomees, dames en heren. Dank je wel. Goed, het leven elders. Altijd mooi. En als je er gewoon naar kijkt, kan het zelfs ontroeren, hoorden we. Zelfs de maker van de film heeft dat. Laten we beginnen. We gaan het hebben over afval. Ik wil graag altijd even weten wie u bent. Ik ben Martijn van Kalmthout van de Volkskrant. Maar wie bent u? Wie scheidt er hier zijn afval of haar afval? Waar ik zijn zeg, kan ook haar. Juist. Wie scheidt hier geen afval? Ja. bij de bakker. Plastic? Of papier? Oké. Dat vuilnis van u, is dat voor uw gevoel veel? Wie vindt het veel? Heel veel. Oké. Okay. Wie voelt zich daar schuldig over? Min of meer wel. Oké. Wie scheidt er hier plastic van de rest? Kijk. Zo. En wie moet daar langer dan 5 minuten voor lopen fietsen? Niemand. Waar woont u? Niet in Amsterdam-Noord in ieder geval. Wel? Wel. Oh, dan woont u toevallig naast die bak. Juist, dat kan. Kijk, we hebben licht. Goeiedag. In de binnenstad is geen ruimte. Ja, dat is wel waar een beetje. Flessen, dat gaat altijd in de glasbak, toch? Ja? In de glasbak, ja. Wie is er hier tegen statiegeld op flessen? Wie is voor statiegeld op flessen? Wat zijn jullie ongelooflijk braaf allemaal. En nu blikjes. Wie is er voor statiegeld op blikjes? Dan moet je ze dus terugbrengen, hè? Dat weet je. Ja, oké. Okay. Nou, het begint al profiel te krijgen. Kleine plastic flesjes met spaarwater. Statiegeld? Wie is er hier lid van een milieuorganisatie? Oké, okay. Wie bewust niet? Oké. Nou ja, ik krijg een beetje een beeld. Ik weet niet precies wie u bent, maar ik vind het wel interessant dat er een soort gemene deler is. De bedoeling van dit café is altijd praat mee. Dus als er vragen zijn of opmerkingen met de mensen die we hier straks hebben, die willen we natuurlijk graag horen. Maar het lijkt me eigenlijk geen probleem als ik dit zo zie. Goed, dat als begin. U weet wie u bent en ik weet wie u bent en ook wie ik ben, maar dat is weer een ander verhaal. We gaan beginnen met de column van Maarten Keulemans, mijn collega Maarten Keulemans. APPLAUS
Goedenavond, dames en heren. Afval, dames en heren. Omdat we het er vanavond de hele avond over gaan hebben, heb ik toch eens opgezocht waar dat woord afval eigenlijk vandaan komt. Wat valt er eigenlijk waar vanaf? Nou, het woord blijkt te zijn ontstaan in de middeleeuwen. En het is een verwijzing naar de onbruikbare rommel die van de tafel valt van de slager. Dat wat na bewerking als nutloze rest overblijft. Slachtafval dus. En de boodschap is wel duidelijk. Oorspronkelijk was het enige wat we weggooiden oneetbare voedselresten. Nou, moet je ons nu eens zien. Zo ongeveer dagelijks maak ik de gang naar de container met alweer een afgeladen vuilniszak. Vol kliekjes, zakjes, pakjes, doosjes, dopjes, touwtjes, plasticjes, wikkeltjes, flesjes en hier en daar een plop papier of reclamefolder. De papierbak bij ons in de buurt zit om de een of andere reden altijd vol. En bij mij in de buurt kan je geen plastic scheiden. En ik ben de enige niet. Aan de rand van mijn woonplaats Leiden staat een met bomen begroeide berg met de ongelofelijke naam De Bult. Daar brachten we vroeger de vuilnis heen. Als een archeoloog daar ooit gaat graven, wacht hem ongetwijfeld een wisse dood. Als hij plotseling wegzakt in een moeras van half vergaan plastic of wordt bevangen door een kwalijk riekende wolk van oude chemicaliën uit lang vervlogen tijden. Is er dan helemaal geen lichtpuntje? Toch wel, want je zou het bijna vergeten, maar een paar generaties geleden was het nog veel erger. Er viel er wel weinig van ons slagtafeltje af. En wat er afviel, lieten we gewoon liggen. Citaat van het CBS. Nog tot diep in de 19e eeuw lieten burgers uit de steden hun vuil en afval gewoon achter op straat of wierpen het in de stadsgracht. Einde citaat. Ratten liepen vrij rond. Overal poepten paarden en piesten volwassen kerels. In de grachten dreven drollen en rottende karkassen. En op de straathoeken vormden zich meurende afvalhopen, omdat er nauwelijks nog vuilnisinzameling was. Ja, dat is tegenwoordig wel even anders. Terwijl ik nadacht over deze column, zag ik deze grafiek. Ja, de hoeveelheid afval die we produceren neemt alsmaar toe. Het is gewoon volstrekt idioot. Maar kijk ook eens naar dat groene oppervlak. Dat is het aandeel afval dat we zinnig gebruiken voor de recycling of bijvoorbeeld de opwekking van energie. Dus daarom wordt Park De Bult in Leiden al jaren niet meer hoger. We gooien weliswaar rotzooi weg dat het een aard heeft, maar gelukkig ruimen we onze rommel ook steeds beter op. Op de vuilnisbelt belandt tegenwoordig nog maar 0,3% van ons afval. Dat is 175 keer minder dan in de jaren 80. Als dat zo doorgaat, dames en heren, hebben we binnenkort een negatief vuilnisoverschot. De vuilnisman komt dan bij u thuis spullen vorderen die u nog helemaal niet wil weggooien. Omdat anders de recyclingfabriek stilvalt en de energieopwekking hapert. Nou, naar aanleiding van deze column heb ik in ieder geval mijn gemeente toch maar eens gebeld om te klagen over die papierbak van ons. Ze gingen er wat aan doen. Kijk, dat kleine beetje verbetering van de wereld hebben we met dit kenniscafé met z'n allen alweer bereikt. Dank u wel. Maarten Keulemans, dank je wel. En dat beeld van die verstopte papierbak, dat herken ik in ieder geval heel erg. Hebt u dat ook? Ja. Ja? Altijd vol, hè? Altijd vol. Zitten er hier... Wat? De sportclub. De sportclub? Oké. Ja, ik heb geen sportclub, denk ik dan. Daar haalt niemand iets op bij ons. Ik moet alles zelf brengen. We gaan het hebben over afval in allerlei gradaties met een aantal gasten die ik nu op het podium ga vragen. Freek Colombijn. Waar is Freek? Daar is Freek Colombijn. Daar is die, dames en heren. We leggen zo uit wie Freek Colombijn is natuurlijk. Josephine Geiger. En tot slot Arjan van Timmeren. En ik ga even de volgorde van opkomst af. Dat lijkt me nog het duidelijkste aan deze situatie. Freek Colombijn. We hadden je van de week, vorige week eigenlijk in de Volkskrant al geïntroduceerd als cultureel antropoloog, want dat ben je namelijk, aan de Vrije Universiteit. Met een wat mij betreft opmerkelijk specialisme namelijk. Je weet veel van het afval
in Indonesië. Althans de afvalverwerking in Indonesië. En ik vroeg mij af, hoe kom je daar nou toch aan terecht? Nou, afval, er komen allemaal belangrijke thema's in samen. Dus milieuproblemen, verstedelijking en armoede of ongelijkheid. Ja. Dus aan zo'n klein, heel specifiek thema kan je hele grote issues onderzoeken. Dus als je zeg maar het afval volgt, dan zie je vanzelf dat soort vraagstukken langskomen. Ja, dus ik weet hoeveel lang ik nu al mag doorpraten, maar als je me woord geeft, dan ga ik... Maar ik doe twee dingen. Eentje is, ik volg naar het afval door de stad, van huishoudens tot aan de stortplaats, maar dat is niet het eindpunt en dan gaat het door. Ja. En het andere wat ik doe, is dat ik naar stadswijken kijk, waarvan sommige ontzettend goed zijn om gezamenlijk hun wijk schoon te maken. En andere die zijn er helemaal niet goed in. En je vraagt je af, hoe doen ze dat dan? En waarom lukt het in sommige wijken wel en andere niet? Oké, daar gaan we, en zeker over de lessen die we daar misschien uit kunnen leren, gaan we straks verder praten. Ik ga even naar Josephine Geiger, Universiteit van Groningen. Omgevingspsycholoog. Simpele vraag, wat is een omgevingspsycholoog? Ja, dus afval en afvalproblemen en milieuproblemen die zijn veroorzaakt door menselijke handel. Ja. Ik denk dat we dat niet hier moeten discussiëren. En dus wij kijken vanaf de positieve kant. Waarom bijvoorbeeld scheiden mensen hun afval? Ja. En hoe kunnen we dat nog meer stimuleren? Ja. En dat doe je vanuit de psychologie. Dus het gaat om hoe mensen daar zeg maar geestelijk mee omgaan. Ja, precies. En hoe je dat, deze focus of kunt veranderen, dat mensen dat vaker en consistent en ook op de lange termijn zich milieuvriendelijk gedragen. Ja. En jij gaat ons straks uitleggen hoe we dat nog veel heftiger, intensiever kunnen doen dan we het nu doen. Ja, dat is het idee. Dat we bijvoorbeeld geen zin hebben om naar die papierbak te lopen. Ja? Ja. Oké, nou daar gaan we het straks verder over hebben. Arjan van Timmeren tenslotte, TU Delft, urbanism, moet ik dan met een goed Nederlands woord zeggen. Maar weet veel van afval, afvalstromen, afvalscheiding en dat soort zaken. Hoe kom je als ingenieur in die hoek terecht? Nou, mijn achtergrond is duurzaamheid, dus milieutechniek en ontwerp. Dat is de leerstoel. En, vanuit milieu is natuurlijk afval is natuurlijk een van de hoofdaandachtsgebieden. Ja. En überhaupt is het zo dat je het hele thema afval natuurlijk veel breder kunt zien dan alleen maar zeg maar producten of materialen. Hè. Dus het is ook met gedrag heeft het te maken, maar ook met de gebouwde omgeving, met systemen. Ja. Met die afvalbakken of met ophaal, met logistiek. Dus het is, dus er zitten allerlei... Ja, we noemen het dubbel complex. Hè. Dus de complexiteit van gewoon wat je als ingenieur eigenlijk kan oplossen. Ja. En de complexiteit van mensen die niet altijd doen wat ze zouden moeten doen. Of, Het is tegendraads of bewust of onbewust handelen. Ja. Ja. Het is heel makkelijk gezegd, afval... Maar misschien moeten we toch proberen, de definitie is misschien wel erg ingewikkeld of triviaal, dat weet ik niet. Maar kunnen we beter begrijpen wat nou zo kenmerkend is aan afval? Wat is afval? We hoorden net dat het alles is dat van de tafel van de slager valt. Maar dat is tegenwoordig inderdaad, zoals we ook zagen, anders. Wat is afval? Ja, ik ga daar geen wetenschappelijke definitie voor bepalen. Maar ik denk dat afval eigenlijk gedefinieerd wordt door... Ieder persoonlijk. Hè? Dus mensen die beschouwen iets als afval, als ze er geen waarde meer uit denken te kunnen halen. Ja. Maar in principe, daarom wordt heel vaak gezegd, afval bestaat niet. Ja. Is natuurlijk altijd nog een waarde aan elk product. Dus mijn persoonlijke definitie is dus dat er geen afval is. Er is geen afval? Nee. Oké. Volgens mij is dat niet de manier waarop jullie dat zien. Bestaat afval? Laat ik het maar even aan de psycholoog vragen dan. Ja, afval bestaat en... Dus wij als omgevingspsychologen kijken niet zo daarnaar wat afval eigenlijk precies is, maar meer wat het individu met het afval doet en hoe je afvalscheiding kunt stimuleren. Dus daar gaat het bij ons niet zozeer over wat afval is, maar meer hoe de consument het afval eigenlijk ziet en wat de consument daarmee doet. Mm-hmm. Freek Colombijn? Even richting Indonesië dan. Afval bestaat niet, hoor ik hier.
Ja, in zekere zin is er geen afval, omdat je kan het altijd weer hergebruiken. En het is gewoon, je moet het zien als een hulpbron. Maar we moeten het woord wel blijven gebruiken, anders eindigt een enorme spraakverwarring natuurlijk. Maar het is gewoon een hulpbron. En als bijvoorbeeld net in de column werd gezegd van het wordt te zinnig gebruikt, want het wordt verbrand voor opwekking van energie. En volgens mij is het helemaal niet zinnig gebruikt, want dan, vernietig je het eigenlijk. Je hebt het in één keer opgestookt en het is gewoon vergoed verloren. Dus we moeten het vooral zien als een hulpbron. En dat doen we eigenlijk ook in Europa al heel lang hoor. Want bijvoorbeeld in de industriële revolutie was vodden, waar je papier van maakt, was zo'n strategische grondstof. Ja. Dat allemaal Europese landen die hadden een verbod ingesteld op de export van vodden. Vodden? Ja. Ja, want daar werd het papier van gemaakt. Dat is papier, strategische hulpbron. Oké. Welke periode hebben we het dan over? Dat is industriële revolutie, dus zeg rond 1800. Ja, 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 interessant. Ik weet niet hoe het tegenwoordig met vodden zit, maar het lijkt me geen strategisch goed meer. Die vraag die geef ik graag even door aan anderen. Ja, maar, Arjen, weet jij dat? Vodden, is dat een onderwerp voor het ministerie van Milieu? Nou, in principe is het niet vodden, maar kleding wel natuurlijk. Ja. Daar zit ook vrij veel hoge graad van terugleveren, van terugbrengen en het hergebruik in. Ja. Zelfs te veel in sommige gevallen, heb ik gehoord. Maar ik moet daar echt de details weet ik daar niet van, moet ik zeggen. Maar goed. Maar als historisch voorbeeld is het natuurlijk wel vrij dat sommige dingen die wij rommel vinden eigenlijk geen rommel zijn en zelfs van groot belang kunnen zijn. Ja. Laten we het eens hebben over de burger en zijn afval. Dat zijn wij allemaal tenslotte. Om te beginnen, de vraag die ik net stelde over scheid je afval. Scheid je afval? Ja, natuurlijk. Ja, ik zou het niet durven zeggen, maar ja. Waarom vindt hij dat natuurlijk? Kun je dat als psycholoog een beetje uitleggen? Ja, ik probeer het even. Ja, Dus ja, als omgevingspsychologen kijken we naar, dus waarom vinden mensen dat natuurlijk of waarom doen mensen dat? Ja. En daar komen we eigenlijk terug op een waardepatroon. Dus welke waarden vinden mensen in hun leven belangrijk? Ja. Dus dat kan heel veel zijn, dat kan vrijheid zijn, gezondheid, kan ook plezier zijn. Maar in ons geval is het het milieu. Dus hoe belangrijk vindt het individu het beschermen van het milieu? Ja. En dan natuurlijk, als de mens het heel belangrijk vindt en zichzelf dan ook als een groen persoon ziet, dan gaat hij of zij dat ook eerder doen of vindt het natuurlijk. Ja. En maar natuurlijk zijn dan ook nog mensen die het niet zo belangrijk vinden, die andere dingen belangrijker vinden. En daar gaat het dan om, dus hoe kunnen we hun nog stimuleren die het niet natuurlijk vinden om hun afval te scheiden? Ja. Maar je zegt eigenlijk dat je opvattingen over het milieu, dus over denk schone milieu, dat het daar over moet gaan, dat een belangrijke rol speelt bij of je daarmee doet of niet, aan dat scheiden van afval. Ja, omdat als je het belangrijk vindt, dan ben je in een situatie, ben je gericht op het beschermen van het milieu. En dan kijk je, wat zijn de consequenties voor het milieu? Ja. En dan gaat het niet om, is het kostbaar of moeilijk om mijn eigen tas naar de supermarkt mee te nemen? Maar dan gaat het daarom dat je gemotiveerd bent om je eigen tas mee te nemen, omdat het het milieu beschermt. Ja, in plaats van een plastic zakje. Ja, precies. Of ik mijn glas of oude papier nog naar de container breng. Ja. Dan gaat het niet over de kosten, maar meer over het beschermen. Ja, 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 ja. Ik las net van het weekend trouwens, heel toevallig. Eigenlijk is niks toeval. Maar las ik het nieuwste boek van Herman Koch. Dat heet De Greppel. Dat gaat over een burgemeester in een grote stad die ongetwijfeld Amsterdam is, al is het maar vanwege de locaties. En daarin komt iemand op een gegeven moment de burgemeester tegen op straat, 's avonds. Hij is overigens briefjes aan het ophangen omdat de poes zoek is. Het is niet zo'n goed boek, maar het gaat even om het volgende. Die persoon die zegt tegen de burgemeester, weet u waarom scheiden wij eigenlijk bruin, wit en groen glas in een container waar 3 gaten in zitten? Want ik heb in de bak, hij woont op 3 hoog, in de bak gekeken van het, de vrachtwagen die de boel komt ophalen. En in die bak wordt het gewoon allemaal bij elkaar gegooid. En dan zegt de burgemeester, nadat hij met zijn ambtenaren heeft gepraat,
Het gaat niet om wat er met dat glas gebeurt. Het gaat erom dat de mensen beseffen dat je niet zomaar alles door elkaar weg moet gooien. Is dat belangrijk? Dat de mensen, ook al worden ze voor de gek gehouden bij wijze van spreken. Ik weet niet of dat met glas echt zo is hoor. Maar... Ik heb het ook gehoord. Het is, het is een hardnekkig verhaal. Maar die gedachtegang van het gaat er niet om wat er gebeurt. Het gaat erom dat mensen zich er bewust van zijn. Dat is kennelijk belangrijk. Ja, het is natuurlijk het is belangrijk dat mensen bewust worden gemaakt. Maar het is natuurlijk belangrijk dat... Dat ze iets doen waar ze ook een impact kunnen hebben. Ja. Dus het gaat niet daarom dat ze iets geks doen. Het maar het gaat echt om... Nee, ja, niet alleen maar als spelletje. Ja. Die hardnekkige mythe, is daar een grond van waarheid? Nou, in Amsterdam zeker. Ja, in Amsterdam heeft dat niet zo'n goede legacy in. Wat is er aan de hand in Amsterdam? Nou, in Amsterdam is het natuurlijk een tijd lang... is het afval wat gescheiden werd ingezameld... wel bij elkaar gevoegd en verbrand. Dat is eigenlijk... een vrij bekend verhaal. Ja. En dat is niet voor heel Nederland. Dat het een broodje aap was, maar jij zegt dat het klopt. Nee. Ja, ten dele. Oh, er is hier een deskundige, denk ik. Wacht even, wacht. Ja. Hier ook? Ja? Oh ja. Ik woon in Zuidoost, Gerinkhof. En al ongeveer 30 jaar. En ik denk dat ik minstens 10 jaar lang had ik 2 bakken. Ja. Eén gewoon en één voor het GFT. En braaf gebruikten we die 2 bakken altijd. Tot we op een gegeven moment nog moesten we 1 bak inleveren. En toen bleek dus uiteindelijk ook dat de gemeente gewoon altijd die 2 bakken samengevoegd had afgevoerd. Nou, en dan voel je toch wel heel lullig. Ja, en heeft dat ook, nog even de microfoon. Heeft dat dan ook het gevolg dat je denkt, ja, sodomiet erop met je scheiding, ik doe het niet meer? Ik zag iedereen net braaf zijn hand opsteken dat al dat plastic apart wordt ingezameld. Maar ik heb niet het idee dat er bij ons in de buurt iets is waar je echt plastic kan inzamelen. Nee. Dus inderdaad heb je natuurlijk in eerste instantie, zeg je van ja, ik ben gewoon voor de gek gehouden. Maar het is toch niet zo ver bij mij doorgeschoten dat ik zeg van ik gooi de hele boel maar op straat. Nee, heel okay. Nou, gelukkig maar. En in goed gezelschap. Ja, hier zijn ook nog opmerkingen, ja? Wacht even, microfoon. Ik heb wel eens in die bakken gekeken in Amsterdam. Maar daar zaten we ook precies zelf in de groene als in de grijze bak. Dus de gemeente kon daar ook volgens mij echt helemaal niks mee. Je bedoelt dat de mensen het ook... De mensen hadden het van tevoren alles al in iedere bak gekeken. Dus er werd was helemaal gewoon niet ook wel een hopeloos, beetje hopeloos geval. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Hier. Ja. Wacht even, microfoon. Ja? Oh, er is er nog één. Kijk, heel goed. Ja. Ik ben Rien Jonge. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. Ja. Ik werk al ruim 30 jaar voor de stadsreiniging, of voor de huidige stadsleden inmiddels. Ja. Ik ben mede verantwoordelijk geweest namens Amsterdam met het invoeren van de biobak. Ik dacht rond 97, ja. 96, 97, gingen we met z'n allen wettelijk verplicht, groente, fruit en tuinafval inzamelen. Hebben een jaar of 7, 8 gedaan, toen zijn we mee gestopt. Ja. Wijk na wijk is gestopt. En dat was niet natuurlijk omdat het een succes was. Nee, omdat we de ene vrachtwagen naar de andere, die GFT had geladen, eerst naar de composteringrichting ging. Daar werd beoordeeld, afgekeurd. En ja, wat moet je dan mee? Dan alsnog ging je door naar de vuilverbranding. Maar waarom werd Oftewel, dat afgekeurd? De grote vervuiling. Dus het GFT was dermate vervuild dat de composteerder eigenlijk gewoon niet verantwoord daar compost van kon maken. Ja, ja. En, dus de mensen deden daar ook gewoon plastic en papier en alles doorheen? Dat is misschien nog niet eens zo erg. Plastic papier, dat zou je misschien nog redelijk eruit kunnen halen. Ja. Maar ook klein chemisch afval, alles. Okay. Dat noem je echt troep wat daarin kwam. Waardoor ook het composteerproces volstrekt niet van de grond kon komen. Ja. Dus heel normaal. Dus de Amsterdamse burger ging 2 keer betalen. 1 keer naar dat composteerbedrijf, want er was een contract mee en er moest zoveel worden geleverd. Daar werd het afgekeurd en dan moest het alsnog naar de vuilbranding waar je opnieuw ging betalen. Nou, daarvan heeft de politiek gezegd in Amsterdam is onverantwoord. Ja. Daar moeten we mee stoppen tot we iets hebben gevonden dat die GFT wel schoon kan zijn. Ja. Maar het was dus eigenlijk de schuld van de burger in dit geval, die alles door elkaar knikkert. Ja, dus over wie schuld heeft, weet ik niet. Misschien was er te weinig voorlichting. Het is een combinatie, denk ik, geweest. Ja. Oké. Okay. Nog even een microfoon daarachter. Nee, microfoon. Want anders horen ze het in Sao Paulo niet, dat zei ik al. Waarom worden zulke dingen nooit aan ons gemeld? Oké, okay, dan moeten we weer terug, denk ik. Of niet? Misschien is het wel gemeld, hoor. Dat weet ik niet. Leg even uit.
Eigenlijk is het simpel. Elk stadsdeel ging stoppen met de inzameling. En daar hadden ze natuurlijk wel een verhaal voor nodig. Ja. Dat is dus wel vermeld, want het zijn politieke besluiten steeds geweest. Okay. Elke keer is politiek afgewogen, wat gaan we doen? Hebben we ervoor over al die kosten of stoppen er maar mee... en dan hopen we dat in de toekomst een betere manier zal zijn. Dus ja. Het is gemeld, alleen ja, de mythe is er wel. Ja. En er is ook een zekere kern van waarheid zit daarin. Oké, okay. Goed. Even tot zover. Hier blijkt eigenlijk al dat het helemaal niet alleen maar een technisch probleem is. Nee, als je terugkoppelt naar milieu, dan is het eigenlijk een heel complex probleem. Want hier speelt veel meer achter. Hè? Want in dezelfde tijd werd te veel afvalverbrandingsovens in Nederland opgeleverd. Hè? Dus er was capaciteitsvraag. Dus dat speelt veel meer. Ja. De markt van afval die ging open. En er was echt... er is nog steeds sprake van. Hè? Want in Amsterdam wordt nog steeds afval verbrand van heel Londen, van Manchester. We werken in Rotterdam en Amsterdam, van Napels. Dus zijn wij een soort van afvalimporteurs in Nederland. Heel, heel sterk. Maar goed, dus dat je is ook een complexiteit. Heel teloos, maar dat wist ik niet. Dat is zo? Dat is een complexiteit, okay, die nog extra dimensie geeft. Van dit soort hele lokale problemen. Die verbind je dan eigenlijk met een heel globaal probleem. Ja. Dus een afval is als geen andere stroom. Hè, energie of water. Is afval eigenlijk een... eigenlijk grensoverschrijdend milieuprobleem. En het heeft dus te maken met vervuiling, met de verthema's. Hè. Vanuit milieu ken je de verthema's, vervuiling, verstoring, maar ook verspreiding. En verspreiding, dat is eigenlijk het vermengen van de verschillende kwaliteiten. Dat is het hoofdprobleem voor zeg maar, een waardevolle hergebruik. Ja. Freek Colombijn, hele andere situatie. Surabaya, ja. Daar heb jij heel goed gekeken, heb je onderzoek gedaan... Kun je beschrijven hoe daar het thema afval bestaat en gehanteerd wordt? Nou, ik zit met grote belangstelling de discussie hier te volgen. Van, er zijn globaal eigenlijk drie redenen waar mensen op een verantwoorde manier met afval omgaan. En eentje is milieubewustzijn, dus daar hebben we het net over gehad. Maar we weten ook dat er een enorm gat kan zitten tussen milieukennis en bewustzijn en feitelijk gedrag. Ja. En hier spreken we natuurlijk een beetje een thuiswedstrijd, want iedereen is bezig afval te scheiden, hartstikke goed. Maar veel in Nederland geldt dat niet. Nou, de tweede reden kan zijn, is het gevoel dat je ergens bij wil horen. Dus ik heb echt helemaal geen zin om het glas naar de glasbak te brengen. Maar ik kan het tegenover mijn buren gewoon niet maken om het niet te doen. Dus in hemelsnaam, dan ga ik maar weer met mijn glas naar de glasbak. En een derde reden, en dat werkt in ieder geval in Indonesië veruit het beste, is eigenbelang. En dat kan Indonesië vooral zijn omdat enorm veel mensen, dat hebben we net gezien in de film, geld verdienen aan het verwerken van afval of het recyclen van dingen. Tot aan, het was een heel kort beeld, maar dat was het mooiste, dat in afgesleten motorbanden weer een nieuw profiel werd gesneden met de hand. En dan heb je weer een band met een mooi profiel. Aha. Of heel veel verkopen van splitsen, eindeloos splitsen van afval. Nou, dat gaan we in Nederland natuurlijk niet met de hand doen. Maar je kan natuurlijk wel financiële prikkels geven aan burgers om het afval wel goed te verwerken. Want je zei eigenbelang, maar je bedoelt eigenlijk economisch eigenbelang. Ja, dat is... Mensen leven van het verwerken van afvalstromen. Ja, het is gewoon een enorme grote industrie. Ja. En met eindeloos veel tussenschakels. Het is een ongelooflijk complex systeem als je het in detail gaat analyseren. Met eindeloos korte loopjes en omwegen en tussenhandelaren enzovoort. Ja. Maar uiteindelijk verdienen heel veel mensen daar een brood mee. En dat is een hele belangrijke reden waarom uiteindelijk gewoon een heel hoog percentage daar gerecycled wordt. Ja. Ja, ja, toen ik je vorige week sprak, toen zei je, er zijn wijken waar gewoon niets op straat ligt, geen vuil. Nou zei Tomezen net dat afhangt van de wijk waar je bent, ja. Dat geloof ik. Maar dat viel jou toen toch wel op, zei je. Ja, het is een beetje het glas half vol of is het half leeg. Ja. Maar toen ik met onderzoek begon, toen dacht ik van, ik ken de Indonesische steden goed en het is overal een enorme bende. En dat valt dus eigenlijk enorm mee. En heel veel wijken zijn heel erg schoon. Het viel me ook op de straten die je zag in de film van Sue. Ja. Die zagen eigenlijk heel erg schoon uit. Omdat er wordt heel veel natuurlijk ook weer aangeveegd. Maar toch, het wordt weer gebruikt. En je hebt alleen sommige plaatsen waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. Zoals sloten, kanalen. Die liggen vol met afval. En dat is dan ook weer moeilijk uit te halen. Dus dat blijft dan ook weer daar liggen. Of spoelt het eigenlijk naar de oceaan. Ja, oké. Okay. Dus het hangt er wel een beetje vanaf waar je kijkt. Ja. Ja. Oké. Okay. Toch ook weer even de richting psychologie. We hoorden net van, ja, er is een soort... kennelijk een probleem om mensen zover te krijgen dat ze dat afval echt netjes scheiden. Wat in het geval van Amsterdam en het bio, hoe noemen we dat? De biofractie, zoiets?
groen afval. GFT, dat was het GFT. Woord. Ja, ik had ook zo'n groene ton, maar dat ben ik alweer vergeten. Zeg. GFT, dat doen mensen dus niet goed, kennelijk. Is dat nou zoiets waar je als psycholoog over nadenkt hoe dat wel moet? Hoe je dat beter zou kunnen maken? Ja, daar kijken we naar. En dus wat je kennelijk ziet, is dat de context moet het mogelijk maken voor de burger om hun afval te scheiden. Bijvoorbeeld in Groningen, waar ik woon, is het gewoon niet mogelijk om plastic te scheiden. Dus de context moet ook, terwijl ik van mezelf zou zeggen dat ik het belangrijk vind om het milieu te beschermen, kan ik het gewoon niet doen. Ja. Dus dat is echt een probleem om daar te kijken dat de context het mogelijk en faciliteert. Dieren moet, maar op de andere hand kant het milieu, hoe kunnen we de context veranderen dat mensen het consistent en ook op de lange termijn doen. Ja. En bijvoorbeeld financiële prikkels in Nederland, denk ik, is een heel ander verhaal dan in Indonesië. Omdat natuurlijk, als we over nadenken over de financiële prikkels, dan is het echt niet veel. Het zijn 25 cent of zo voor een half liter, een liter flesje. Ja, oké. En dat veel mensen denken dat de financiële prikkels dat ze werken. En ze werken ook inderdaad heel goed. Ja. Maar alleen voor de fles of het materiaal waar ze op zetten. Mm-hmm. Dus ik als burger, dat heeft geen invloed of statiegeld op een 1 liter fles zit. Op mijn scheidingsgedrag van half liter flesjes. Die ga ik nog gewoon steeds weggooien. En van oude psychologie gaat het echt om, dus hoe kunnen we het milieuvriendelijke gedrag, die consistent en ook op de lange termijn, hoe kunnen we dat beïnvloeden, dat vaker gaat gebeuren. En niet alleen dat mensen de 1 liter flessen terug naar de supermarkt brengen, maar ook dat ze de half liter flesjes en de 1,5 liter flesjes Maar de simpele verklaring is niet dat het een inderdaad dat kwartje oplevert en de ander niks? Hebben jullie dat onderzocht? Ja, dat hebben we onderzocht. Hoe doe je dat? Hoe doe je zo'n onderzoek? Beschrijf dat eens. Ja, dus er zijn verschillende manieren hoe we dit kunnen onderzoeken. Ja. En één is natuurlijk heel, heel makkelijk. Dus dat we een online vragenlijst aan deelnemers sturen en vragen. Dus zou je dit flesje recyclen? En dan vragen we nog heel veel andere psychologische abstracte dingen. En dan kunnen we kijken bijvoorbeeld of mensen die het belangrijk vinden om afval te scheiden, om het milieu te beschermen, of zij ook inderdaad dat doen. En wat eigenlijk nog interessanter is, dus wat we ook kunnen doen, is dat we deelnemers uitnodigen en dat we hun vertellen dat we geïnteresseerd zijn aan televisieconsumptie en eetgedrag. Uh-huh. En dan krijgen ze een smoothie en dan opeens is de onderzoeksassistent heel druk. En we vragen de deelnemers of ze gewoon de kamer even kunnen opruimen. Ja. En dan staan daar natuurlijk afvalbakken. En dan kunnen we kijken of ze dat in de afvalbak hebben gegooid of niet. Of we kunnen het ook in een field studies doen waar deelnemers niet bewust zijn dat ze deelnemers zijn van een studie. Waar bijvoorbeeld nu dat het design bijvoorbeeld van de flesjes is veranderd en dat we dan kunnen kijken wat mensen met de nieuwe flesjes bijvoorbeeld doen. Dus je experimenteert ook echt. Ja. Ja, ja. Ja, dat experiment met zo'n kamer waar je zegt we doen een tv-experiment, maar het gaat eigenlijk om het opruimen. Ja. Dat is natuurlijk klassiek psychologisch onderzoek. Hè? Dit is eigenlijk ook gewoon een experiment. U denkt dat u naar een dat u naar een kenniscafé bent gekomen, maar forget it. Dit gaat nog heel anders. Zou kunnen trouwens. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, vanavond niet. Niet vanavond. Dat is wel jammer, hadden we kunnen doen. Ja, volgende keer.
Als ik nog iets mag zeggen over die financiële prikkel. Ja. Je kan natuurlijk kijken naar de flesjes, hoeveel statiegeld zit erop. Maar je hebt ook, want in Nederland, elke gemeente doet het anders. Maar je hebt ook gemeentes die laat je betalen voor de hoeveelheid afval die je aanlevert. Kilo's. Per kilo, aha, per gewichtseenheid. En dan blijkt, zodra je dat instelt, dat de hoeveelheid afval die mensen aanbieden, die wordt ongeveer gehalveerd. Want dan opeens gaan ze als gek het papier eruit halen, het glas eruit halen, het plastic, al dan niet met statiegeld. Dus je kan ook aan de andere kant gaan werken. Mm. Het interessante is bij die studie, bij de gemeentes... Dat zegt hier iemand, het wordt bij de buren neergelegd. Nou, dat wou ik inbrengen. In eerste instantie is dus de eerste weken nemen mensen het mee naar hun werk. Of naar de, inderdaad dumpen ze het ergens. Oh, ja. Dat appt dan weer na een tijdje weg. Zijn daar een voorbeeld te veel van? Moeite. Ja, er zijn gemeentes, er zijn veel kleine gemeentes die dat invoeren. Per gewicht of per lozing, per leging in zo'n container. Ja. Maar daar is inderdaad aangetoond dat in de eerste weken, maanden, dat daar inderdaad een soort van gedrag is dat mensen het of naar hun werk mee, maar goed, dat hou je dus niet vol. Dus je ziet dat het langzamerhand dat het gelukkig afneemt. En je krijgt inderdaad niet tegelijkertijd, dat woord moet natuurlijk vanavond ook vallen, veel meer zwerfvuil bijvoorbeeld. Ja, dat krijg je in eerste instantie zeker. Ja. Maar dat in eerste is onderdeel instantie? Van dat. Ja, maar op een gegeven moment mensen die er komt toch de schaamte, er komt toch, en er blijkt toch uit dat mensen gaan niet met een zakje voor de lol struinen om het ergens kwijt te raken. Dus dan is het toch makkelijker om het aan te bieden. Ja, ja. Maar met afval is sowieso is afstand is een van de problemen en ook de oplossingen. Hè? Dus je moet eigenlijk het probleem altijd dicht bij de gebruiker laten. Want dan los je het beter op. En wat bedoel je in geval van afval met een probleem dicht bij de gebruiker? Nou, we zijn in Nederland heel erg. We zijn, end of pipe is natuurlijk een fenomeen wat bekend is in de milieu. Hè? Maar dat geldt eigenlijk voor afval ook. Als het makkelijk is om het weg te... Ja. Om het weg te laten halen of te. Dan is het ook eigenlijk uit het zicht. Hè? Dus dat hier nu en daar later, dat heb je dan heel duidelijk gescheiden. Ja, en bovendien, ik bepaal al zoveel belasting. Ja, dus in Indonesië of in plekken waar dat veel dichter bij de directe leefomgeving, maar ook de leefwereld omdat je er misschien onkosten mee of geld mee kan verdienen. Ja. Daar zie je dat het veel beter is een soort van vorm van zelforganisatie. Ja, ja. Dat. Dus in zekere zin, hoe minder abstract het wordt, hoe... Ja, we zijn veel te gepamperd, zeg ik wel eens hier. Ja, ja. Oh, interessant. Daar gaan we zo over verder. Maar ik zag daar een dringende hand zelfs. Ja, ja. Ja. In Deventer is het systeem ingevoerd van DIFTAR, differentiatie per gewicht aanbieden. Maar sinds dat ingevoerd is, wordt er veel meer gedumpt. En krijg je dus echt veel meer zwerfafval. En dat wordt dan weer heroverwogen of dat de beste manier is om op die manier afval op te halen. Ik weet dat ook in de HVC in Noord-Holland bezig is om dat in te voeren, alle bakken. Want wij hebben dan in de plattelandsgemeente wel sowieso al 3 bakken. 1 voor groen, 1 voor restafval en 1 voor plastic. Ja. Er zitten allemaal chips op. En ze willen het daar ook invoeren, maar ik ga dit weer meegeven. Ik ben gemeenteraadslid in een van de gemeentes in West-Friesland. En ik wil meegeven dat in Deventer, dat een nadeel, dat mensen toch gaan dumpen of bij de buren. Want die buurtemmers liggen allemaal dicht bij elkaar. Dus dat is op zich niet zo'n probleem om dan de bak van de buurman open te doen en het daarin te storten. Dat wordt niet gecontroleerd. Dus het is eigenlijk heel erg lastig om een waterdicht systeem te krijgen. Ja. Waardoor mensen dat willen doen. En bovendien is bij ons nu zo heel veel ongenoegen. Dat de grijze bakken, die worden maar 1 keer in de 4 weken opgehaald. Wat zit er in een grijze bak? Restafval. Restafval. Maar dan heb je mensen met incontinentieluiers of met een aantal baby's. Ja. En dat is in de zomer een enorm probleem. En dat geldt ook voor het... voor de oranje plastic bak, dan wordt door HVC gezegd, ja, u moet het afval eerst schoonmaken voordat u het in de oranje bak doet. Eerst afwassen eigenlijk. Ja, ja. Ja, nou, okay. Dan denk ik weer, waar ben je mee bezig met je drinkwater? Ja. Dus er moet zo goed nagedacht worden en je moet draagvlak krijgen onder de inwoners om het tot een goed einde te brengen op deze manier. Oké, goed punt. Maar ik kwam dus niet uit Deventer zelf, maar dat is een voorbeeld. Ik werd voor de vakantie geconfronteerd met een maatregel waar 20 euro gevraagd werd voor per keer voor het ophalen van grof afval. Dat is dat je het niet zelf kan wegbrengen. En sinds die tijd heb ik me gespecialiseerd in afval eigenlijk. Goede research. Dankjewel. Ik zie daar ook nog een minstens even dringende hand, die helaas ver weg is, maar dat moet lukken. Nou, gezellig. Het is altijd een hele goede
Oké. Nou, ik kom uit een dorp uit Zuid-Limburg. Ik woon al een lange tijd hier in de stad. Maar er is ergens in Zuid-Limburg, in Limburg ingevoerd dat ook die containers met een chip en per kilo. En als je een bankstel hebt, dan breng je dat naar de afval. En dan moet je 3,50 betalen of zo. Ja. Om dat te mogen brengen. En in het begin lagen er inderdaad, ik weet het nog, de vuilniszakken in het veld. Ja. En dat is niet meer. Nee. En die chip staat daar, zit vast aan die bak. Dus ik ben het helemaal eens met jouw verhaal. Dat was een kwestie van wennen. Ja. Ja. En iedereen zet zijn rolcontainer aan de straat. En ik heb mijn moeder nooit gehoord dat daar gesjoemeld werd. Of wel dat het soms veel geld was. Fantastische buren, je moeder. Ja. Maar ja. Wat hier heel belangrijk bij te melden is... En de termijn van ophalen is belangrijk. Dat onderschrijf ik wat mevrouw net zegt. Maar als je vier weken moet wachten, dan... Dat is lang. Dan ja. Wil niemand. Oké, okay, Arjen? Nou, er is ook een heel groot verschil tussen sterke communities, dus dorpen of steden. Hè. Dus ook daar waar sociale controle is, dat heeft natuurlijk ook weer een maximum gradatie. Maar daar zie je dat veel sneller en beter werkt. Dus de DIFTAR is inderdaad succesvoller in de kleinere gemeentes, waar toch wel dat gemeenschapszin en sociale controle Jullie zeggen allemaal als ingewijden onder elkaar DIFTAR dit, DIFTAR dat. Maar je bedoelt gedifferentieerde tarieven? Ja. Oké. Okay. Ja, dat ik het ook even begrijp. Ja. Dat is fijn. Dank je wel. En er werd nog één ding gezegd. En dan gaan we daarna eventjes naar Lucas Keining van Nemo. Maar er werd ook gezegd, de frequentie van ophalen is een belangrijk punt. Nou, is dat in Indonesië volgens mij permanent? Elke dag. Ja. Ja, perfect. Dat kennen wij hier niet. Nee, dat heeft gewoon natuurlijk enorme voordelen. Dus, maar wat ik heel leuk, want je noemt Indonesië, maar ik heb ook wat klein beetje vergelijkend onderzoek gedaan in Brazilië. Ja. En daar is het veel meer gereguleerd. Dan heb je ook een systeem waarbij op sommige vaste dag in de week wordt bijvoorbeeld het papier en het glas ingezameld. En de rest wel vier keer per week dat afval wordt opgehaald. Maar dan is het restafval. Ja. En dan is het idee dat je die dingen die recyclebaar zijn, dat je die opspaart in huis tot die dag van dat speciaal dat afval wordt opgehaald. Ja, ja. En dat blijkt inderdaad niet goed te werken. Want voor die ene dag wordt het wel buiten gezet, maar de rest van de week wordt het gewoon bij het restafval weggegooid. Ja, ja, ja. Dus dan dan is die frequentie, die bepaalt inderdaad alles van... Werkt het systeem wel of niet? Arjen, vanuit de systeemvisie, ophalen en de frequentie daarvan, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. En ik ben in Sao Paulo ook betrokken en dat is een groot probleem daar, hoor, de afval. Dus dat is, zij hebben hier echt helemaal niks bij vergeleken. Dus, maar even over die frequentie. De frequentie, ja, daar zit, zoals heel vaak zit daar een piek in, dus dat is te veel en te weinig. Hè. En ik weet niet exact waar het optimum in zit. Maar als je dus te veel ophaalt, dan gaan mensen dus sneller wel aanleveren. Maar dan gaan ze ook minder nadenken over toch de eerste belangrijkere stap is het voorkomen van afval. Ja. We vergeten de hele tijd, we hebben het over afval verwerken. Ja, wat je zei, er moet een soort drempel zijn, het moet lastig zijn. De essentie is natuurlijk dat we veranderen. Dat vergeten we. Dus hergebruik is gewoon de eerste stap. Of eigenlijk voorkomen en dan hergebruiken. Oké, okay. Even die meneer van gemeente Amsterdam, als het mag. Ja. Hoe bepalen jullie hoe vaak die bakken worden leeggehaald? Vroeg ik mij gewoon als argeloze Amsterdammer af. Ja, dat hangen we samen natuurlijk. In Amsterdam heb je bakken op straat, met name. Er zijn 10.000 ondergrondse containers. Ja. 10.000. In heel Amsterdam en een klein paar buurtjes heb je ook nog wat andere soorten containers. Mini-containers bij laagbouwwoningen. Hoe bepaal je dat? Eigenlijk de vullingsgraad. Je ziet gewoon op welk moment die containers driekwart of helemaal vol zijn. Dat kunnen jullie op afstand zien? Ja, nou, wij kunnen alleen voor de plastic containers dat momenteel zien. Ja. Maar wij wegen sommige containers al een aantal jaren. Dus we weten precies het verloop van hoe lang zo'n container, zeg maar, bruikbaar is. Ja, ja, ja. Zit daar verandering in, dan wordt zeg maar het inzamelschema aangepast. Dus in principe kun je dat heel goed voorspellen op basis van gewichten. Elke container wordt gewogen. En er wordt gekeken dus van, en dat kunnen we ook herleiden, ten opzichte van het restenval, hoeveel dan de afval gescheiden wordt. Want anders weet je ook niet hoeveel er per bewoner wordt. Het wordt gewogen op het moment dat het eruit getrokken wordt en afgestort. Ah, oké, interessant. We hebben volop handen. Dat gaan we ook even doen, denk ik, hier. Altijd een kleine worsteling. En ik zag nog een hand ergens daarboven. Over dat afval. Want u zegt van dat wanneer iemand iets koopt en dan bewaart. Want dat is eigenlijk mijn vraag.
We zagen er net dat flesje Optimal, zag je hem voor de helft gevuld. Dat is 65%. Als ik muesli koop, cornflakes, wasmiddel in een doos, is hij voor 65% gevuld. Als je talkpoeier koopt, dat flacon kan je niet doorheen kijken, is voor de helft gevuld. Is daar een limiet voor? Want dat vind ik zo, voel ik me zo genept. Je koopt afvalstof, je koopt verpakking en het is voor lucht. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zit er gewoon te veel verpakking om het product heen. Waarom is dat? Nou, is daar een norm voor? Ja, nou, ik ben niet de wetenschapper achter, maar ik weet dat vanuit marketing inderdaad, dat er zit de psychologie achter van dat grotere producten in bepaalde vorm, dat daar meer van verkocht wordt. Dus daar zijn wat documentaires over gemaakt. Ik kan er geen wetenschappelijke duiding aan geven, maar ik weet dat het inderdaad speelt. Maar dat komt vooral voor bij het consumentisme. Hè? Dus het aanzetten tot consumeren vanuit bedrijven. Ja. En dat doe je meer dan bij bepaalde, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ken jij dat verschijnsel ook? Mensen zijn boos, want er zit maar de helft talkpoeder in. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar het verpakkingsdesign. Om te kijken, dus heeft de verpakking een invloed op scheidingsgedrag? En wat we hebben gevonden is, als de consument de verpakking als duurzaam ziet, dat het dan ook een positieve invloed op het scheidingsgedrag heeft. Dus eigenlijk zijn grote verpakkingen toch zo worden vaak geassocieerd met kwaliteit. Maar als de consument het als een duurzame verpakking ziet, het heeft invloed op scheidingsgedrag. En dat betekent dat je nog heel veel kunt veranderen in de verpakking om het gedrag te stimuleren. En daarna hebben we gekeken. We hebben samen met ontwerpers gewerkt en hebben onze theorie uitgelegd. En ik denk dat het een... Ja, precies. Okay. Hebben de theorie uitgelegd en hebben gezegd, de theorie zegt eigenlijk dus, mensen die het milieu belangrijk vinden, die zijn altijd gericht op het beschermen van het milieu. En mensen die, die het niet zo belangrijk vinden, die kunnen gestimuleerd worden door de context. Omdat de context hun gericht maakt op het beschermen van het niveau, het milieu. En wat is die context dan? De context is het verpakkingsdesign. Dus de context is een externe invloed in de omgeving. En dat is één resultaat die de ontwerpers hebben veranderd. Wat zie ik hier gebeuren Dus dat is de linkerkant is de originele en op de rechterkant dat is de toegepaste design. Ja. En, dus, maar bedoel je nou dat stripverhaal dat daarop staat? Dus, ja, precies. Okay. En ook dat vooral dus de kleur groen, maar ook bladeren werden gebruikt. Dus symbolen die de consument met duurzaamheid of het milieu associeert. En werkt dat ook echt? Dat werkt. Dat hebben we met onze televisie en eetgedragstudie getest. Ja. Oké. Okay. Nou, dat vind ik heel knap. Ja. Dat is, ik bedoel, jullie doen in het lab niet alleen dingen die anders zijn dan mensen denken, maar dit werkt dus ook gewoon eigenlijk. Ja. Want er is geen verschil. Er is geen fysiek verschil tussen links en rechts. Nee, deze verpakking is niet duurzamer dan de originele. Ja. Alleen het design werd veranderd. En mensen willen die wel weggooien en die niet. Ja. Fantastisch. Daar waren ook nog handen. Er zijn overal handen. We gaan zo naar Lucas. Oh, die is er al. Ja, mijn vraag heeft betrekking op de Rotterdamse binnenstad waar ik vandaan kom. En ik had met name een vraag aan meneer Timmer. Hier wordt steeds van uitgegaan dat de scheiding van afval door de burger vooraf, dat de beste weg is. En dat daarna de verwerker, Rotterdam is dat de Roodtap, dat die dan met al die gescheiden afvalstromen aan de slag gaat. En... Maar goed, de logistiek daarvan is zeer ingewikkeld. Je moet bijna alles drie keer zoveel doen. En ik weet dat binnen de Roodtap in Rotterdam een serieuze discussie is. Die lijkt iets aan te sluiten bij die Amsterdamse meneer van net. Dat je juist niet gescheiden door de burgers moet laten aanleveren. Maar dat je de burger alles tezamen laat doen. Dat de gescheiding inderdaad achteraf moet plaatsvinden. En dat logistiek en op allerlei redenen veel beter is en veel handiger is. En uiteindelijk voordeliger is. Ik zou graag daar serieus antwoord op willen hebben op die vraag. Omdat dat alle andere verhalen overbodig maakt. De burger hoeft niet te scheiden. De verwerker moet scheiden. Dat is mijn eerste punt. En mijn tweede punt heeft betrekking op een punt wat ik nog niet gehoord heb. We doen meestal maar één punt hoor. Oh ja. Nou, de andere heeft betrekking op de vulgraadmeting.
die gaande is in Rotterdam en die waar pilots zijn gedaan, daar wordt hier ook niet over gesproken. Maar als ze zorgvuldig, die meneer zei net, er wordt gewogen van glas, maar dan kan een halve container wordt dan weggevoerd, of een kwart container zelfs. Ja. Dat is allemaal vrachtwagens in de straten die enorme vervuiling geven. Als precies de vrachtwagen aankomt wanneer die drie kwart of 80% vol is, dan heb je een veel efficiëntere ophalen. Dus het vulgraad meten kan precies, is iets wat zeer belangrijk is. Ja. Ik wil graag meneer Timmer daarover horen. Timmerun heet hij. Van... Ja, dank u. Dat is duidelijk. Ja, oké. Okay, maar dat eerste gaan we nu even over hebben. Namelijk, gooi het gewoon bij de burger. Hoppa, door elkaar. Ja, die discussie speelt en de techniek doet de rest. Die discussie speelt heel lang. En dat is niet één antwoord op te geven. Want afval is een contextueel probleem. Dus het heeft te maken met waar is het, wat voor netwerk, wat voor infrastructuur is er. Hoe lang is de afstand? En hoe vaak is de frequentie van en hoe vaak, hoeveel parallel? Hè? Dus gaat er inderdaad een vrachtwagen komen alleen voor glas, voor plastic? Dat verschilt per gemeente. Al voor een binnenstad van een grote stad waar eigenlijk geen containers kunnen staan, meer containers per huis. Ja, het is heel moeilijk algemeen te beantwoorden, maar over het algemeen speelt gewoon dat, ik zei net al, vermenging en verspreiding, dat zijn twee hele belangrijke problemen om afval weer waarde te geven. En, dus voor bepaalde soort metalen is aangetoond, die zijn zo makkelijk te scheiden achteraf, dat het inderdaad gewoon loont, of het is beter om metalen gewoon mee te laten storten met je restafval. Dus dat blikje mag wel in het restafval? Dat blikje, dat gaat allemaal een stuk beter. Maar voor een heleboel andere afval, zoals plastics, en dat is, wordt alweer complexer. We hebben nou in Rotterdam, is er inderdaad één faciliteit in Nederland waar 21 soorten plastic automatisch kunnen worden gesorteerd. Ja. Voor de rest moet het allemaal met de hand, maar in andere plekken. Dus qua techniek komen we een heel stuk, maar het is echt ontzettend complex en je ziet heel veel vervuilingen. En vermenging en daar, dat kost. Kijk, het is eigenlijk zo dat elk stukje materie of afval of hoe je het wil noemen, elke keer als je het oppakt of als je iets bewerkt of mee doet, dan eigenlijk verdwijnt een stukje van je business case. Ja. Dus daarom ik zei, het is een heel je moet het zo lokaal mogelijk houden. Ja. Dus ook als je het mengt, dan ga je het wel weer verplaatsen, toch? En ook weer bewerken. Dus per saldo is het scheiden door burgers wel degelijk een goed idee. Ja. Oké. Okay. Ja, maar er is geen één antwoord voor elke plek te geven. Nee, die andere vraag komen we straks nog even op terug. Ja. Wij gaan even een klein intermezzo doen, namelijk, ik kondigde hem al aan, Lucas Keining van het Science Museum NEMO. Dames en heren. Ja. Kom maar hier zo. Top. Goedenavond allemaal. We gaan de Plastic Fantastic Quiz doen. Plastic kwam al een paar keer aan bod en ik wil graag uw kennis meten op het gebied van plastic. En er is een mooie hoofdprijs te winnen. Dit is een soort symbolisch gebaar. Dus het plastic probleem was eerst vrij klein. We hebben het steeds maar groter gemaakt. Maar misschien kunnen we het met slimme technieken weer kleiner maken. De winnaar van de quiz krijgt deze fantastische Hopeman bol. En er worden meer prijzen uitgedeeld, want er komt straks een deelnemer, hoop ik, uit deze kant van de zaal en eentje uit deze kant van de zaal. En diegene die wint voor de helft van de zaal ook nog eens deze prachtige koppelstuk. Dankjewel. En daar kan je hele mooie tornado's mee maken. Dus een storm in een fles water. En moet hij het wel gaan doen. Een soort kleine Irma, zeg maar. Voilà. En dus dat is dus leuk als een recycle tip voor uw plastic fles. Als u geen statiegeld krijgt ervoor. Allemaal in de knipoog. Hè? Het is allemaal plastic natuurlijk. En ik gebruik extra veel plastic. Maar het idee is juist om slimme dingen te bedenken. Om dat plastic wat tegen te gaan. En daar zijn ook vragen bij in de quiz die erover gaan. Nou is het van belang, ik ga straks wat vrijwilligers vragen, twee vrijwilligers. Er is een voorwaarde bij de quiz. Als u een vraag fout heeft, dan ga ik namelijk een van uw lichaamsdelen ga ik inbinden met cellofaan. Om een beetje het gevoel te krijgen wat vissen en vogels ook hebben in de zee. Dat is niet leuk, dus u moet wel uw best doen en bereid zijn dat even gedaan wordt bij u. Wie is er een expert op het gebied van plastic in deze kant? U bent heel enthousiast. Komt u maar naar voren. En dan ga ik intussen hier ook al een kandidaat uitzoeken. Wie is hier een expert of heeft er heel veel zin in om vette prijs te winnen? U twijfelt een beetje. Is er iemand die niet twijfelt en zegt, ja, kies mij. Ja, dat is goed. Komt u naar voren. Hoi. Hallo. Lucas. Monique Reinders. Ja, en ook. Su, hè? Ja. Applaus voor Monique en Su alvast.
En dan wil ik jullie vragen om hier en hier plaats te gaan nemen. Oh, sorry. Ja, precies. Ja. En het is geheel interactief, dus jullie mogen ook je kandidaat vertellen wat het goede antwoord is. En dat mag geschreeuwd worden. Dat, zo interactief is het. Nou is het ook zo, als je een vraag goed hebt, dan krijg je natuurlijk ook een punt. En het punt is dit hele leuke stukje bubbelplastic. En je mag erin knijpen. Dus Ja, tegen de zenuw, precies. Ja. Het zijn 5 vragen. En zijn ontzettend moeilijk. Zijn jullie daar klaar voor? Ja? De eerste is een. En wat ik zou doen, ik zou steeds om en om gaan. Dus dat jij begint en dan dat jij. Het zijn er 5. Het zijn er 5, ja. Wat ik bedoel is met het antwoord geven. Want jullie beïnvloeden elkaar natuurlijk. En je mag gewoon hetzelfde antwoord geven. Dus, maar je mag het ook niet doen. De eerste vraag is eigenlijk een stelling. Oh, hier waren de prijzen. Dan ziet u dat nog even. De eerste vraag, die wordt bij deze slide. Er is eigenlijk een stelling en die luidt: er is een bacterie die pet kan opeten. Dus pet waar petfles van gemaakt worden. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, dat is waar. Ja, sorry, jij mag beginnen. Ja, geheugen van de goudvis. Wat zeg je? Nee. Wat is jouw... Ja. Dat is helemaal goed. En weten jullie toevallig ook hoe die bacterie heet? Je kan er geen extra punten mee winnen, maar het zou mooi zijn. We zien hem hier. Nou, jij kent hem eigenlijk meteen, hè? Dat is de Idionella sakaiensis. Ja, die ken je wel, hè? Die is een paar jaar geleden ontdekt door Japanse onderzoekers. En die eten dus heel langzaam, weliswaar, maar die eten petflessen op. En die vinden dat lekker en die kunnen daar iets mee. Dus biedt wellicht... vooral op, in de vuilnisbelten. Ze hebben ze ontdekt en die zijn dus helemaal geëvalueerd. Zover ik weet niet, maar die zijn echt geëvalueerd door, om pet te kunnen eten. Ik was zelf heel erg verbaasd dat überhaupt kan. Ja. We gaan verder met de volgende vraag. Goeie vraag, maar ik ben... De volgende vraag is, en dan zal ik dan bij jou beginnen, dan draaien we het even om, hè? Dat is misschien wat beter. Het is een vraag over piepschuim. Kun je piepschuim oplossen in aceton of in alcohol? Misschien was dat voorzeggen niet zo'n heel goed idee, hè? Maar oké. Okay. U denkt dat? Ja? Oh, oké. Okay. Aceton. Allebei goed. En heel goed. Er is een filmpje waarbij een meneer van de wetenschapsquiz dat ook doet. Moet je opletten. Het kost hem heel veel moeite. Goed, hè? Weet je nou ook hoe dat komt? Hoe komt, ja. Vertel dan. Ik zag eerst even dat hij er helemaal in zit, Dennis. Ah, joh, maak je niet druk. Hups, ja, voilà. Dankjewel. Ja, je ziet, je kan hele flatgebouwen van piepschuim kan je laten verdwijnen in een beetje aceton. Allebei goed. Dan komt er nu een getalsmatige vraag. Dan moet ik weer bij jou beginnen. Zijn er meer of minder dan 1 biljoen stukjes plastic afval in de zee? En 1 biljoen, dat is 1000 miljard. Jij denkt meer? Ja, meer. Meer? Weer beide goed. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft. Heb je een idee, dat geldt niet voor punten, maar hoeveel denk je dat het is? Je kan zeggen een factor of... 5 biljoen, ik weet het niet. 5 biljoen? Wat denk jij? Mijn dochter van 4 zou zeggen ontelbaar. Ontelbaar. Nou, dan vond ik jouw antwoord nog beter. Want dat is namelijk 5,25 biljoen. Dus ja. Je wist het precies. Ja, al met dit soort gezellige plaatjes. Dan gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel plastic zakjes worden er per jaar verbruikt over de hele wereld? Is dat meer of minder dan 1 biljoen? En even kijken, bij wie moest ik beginnen? Wie heeft dat? Ja.
Ja, ja, wat goed. Ondanks maatregelen van verschillende regeringen, denk ik toch dat het meer is. Meer, oké. Okay. 1 biljoen, ja. Dat is 1000 miljard. 1000 miljard, ja. Minder. Ja. Dat is goed. Het is 500 miljard. Dus nu gaan we... Ja, hier, ben jij rechts of links? Ik ben links. Links. Maar dan wil ik je vragen om je linkerarm uit te steken. En dan kan je hem strekken. Zeker. En je mag hem na de quiz weer afdoen, hoor. Maar dan... Ja, dan recycle ik hem, hè? Ja, heel graag. Ja. Ja. Zo, dan gaan we even een beetje in plastic. Hoe voelt dat? Pittig lapje. Ja. Ik neem geen halve maatregelen. Zo, alsjeblieft. Gaan we door naar de laatste vraag. Jij moet nu wel je best doen. Hè? In Ierland moet je ook betalen voor een plastic zakje, net als hier in Nederland. Dat hebben ze al een tijdje eerder gedaan. Met hoeveel ging het gebruik van plastic tasjes naar beneden toen mensen 15 eurocent moesten betalen? Is dat meer of minder dan 50%? Waar kwamen ze vandaan? Ja? Dat staat niet in de vraag, die informatie. Nee. Dus hoe effectief was die maatregel? Ja, zeker. Ik ben een beetje afgeleid door deze. Snap ik. In Ierland moet je betalen voor een plastic zakje, net als in Nederland. Dat hebben ze een tijdje eerder gedaan. Met hoeveel ging het gebruik van plastic tasjes naar beneden toen mensen 15 cent moesten betalen per plastic tasje? Dus hoeveel minder plastic tasjes werden er toen uit de winkels meegenomen? Ja, is dat meer of minder dan 50%? Ja, meer. Jij denkt meer? Ja, nu is het als jij nu... Meer dan 50%. Je weet de tactiek, hè? Als je nu hetzelfde zegt... Ja, dan staan we gelijk. Nou, nee. Dan staan we dan... Ja. Ik sta al achter. Maar je hebt ook je principes natuurlijk. Je wil natuurlijk ook... Ja. Minder, oké. Okay. Dat is helaas niet goed. Ja. Nee. Ja. ja, nee, het is namelijk... hoeveel denk je dat het is? Ik denk 80%. 80, 90% zelfs. Dus dat werkt eraan als een tierenlier. Maar ik zou je niet nog eens meer inwikkelen. Hartstikke bedankt. Ja. Su, dankjewel. Ja, je kan het er zelf afhalen. Ik ga jou verblijden met deze fantastische Hobermanbol. Alsjeblieft. Je krijgt straks deze doos. Oh, die zou ik je nu alvast geven. Deze doos krijg je erbij. Dan kan je hem ook ophangen in je kamer. Je kan er van alles mee doen. En jullie zijn er gelukkig, want jullie krijgen allemaal een Tornado koppelstuk. En je mag de doos doorgeven. Dankjewel, Sue. In ieder geval goed gedaan, toch? Gefeliciteerd. Monique, ja? Was het. Monique Reinders. Oh ja. Ik heb inside information. Jij bent van een afvalverwerkingsbedrijf. Ja. Yes. Och. Ja. Welk bedrijf is dat? HVC. HVC. Ik had mijn vinger net opgestoken, maar... Daar hoeven we verder niet echt op in te gaan. We hadden het over plastics. Ja. Voor een afvalverwerker, is dat een zegen of is dat een straf, plastic? Nou, ik prijs mij gelukkig dat ik voor een publiek bedrijf werk. Dus die werkt het opdracht van gemeente en hun opgave is die van ons. Dus voor ons is het een straf. Ja. Want wij willen net zo goed als iedere andere inwoner dat de afvalberg zo klein mogelijk wordt. Oké. Okay. En dat proberen jullie met gescheiden inzameling ook te organiseren? Of jullie organiseren dat, neem ik aan, niet als bedrijf, maar je verwerkt het? Wij organiseren het, wij zamelen in, wij recyclen het en in sommige gevallen verbranden wij het ook. Ja. En dat is dan het restafval. Maar wat wij inderdaad proberen te doen is, dat wilde ik net ook nog even toevoegen, het zo makkelijk mogelijk maken dat je je potentiële grondstoffen kwijt kunt als inwoner. Ja. En zo moeilijk mogelijk dat je je restafval kwijt kunt. En vandaar ook een frequentiewisseling. Hè, dat restafval zo min mogelijk ophalen, zodat mensen zoveel mogelijk gemotiveerd worden om die andere stromen wel goed te scheiden. Dat is het mechanisme dat wij voorstaan. Ja, en je zoekt dus in die frequentie zoek je de oplossing voor een probleem. Allereerst zoeken wij dat in de frequentie, omdat wij denken dat service aan de mensen thuis het belangrijkste is. Maar de financiële prikkel kwam net ook al langs, die hoort daar ook nog bij straks. Om echt heel goed afval te gaan scheiden. Oké, okay. En tot slot, zijn jullie van het per kilo afrekenen?
Nee, dat, nog niet dus. Daar denken wij dus wel over na. Want alle onderzoeken wijzen uit dat als je echt weinig kilo's restafval wil overhouden, moet je het allebei doen. Okay. Je moet en de service op restafval verminderen en je moet een prijsprikkel toe gaan passen. Anders dan gaan alleen de gemotiveerde mensen afval scheiden. En dat is, helaas niet de meerderheid van de mensen. Oké. Okay. Goed, dankjewel, Monique Reinders. Ik zag allemaal blikken van herkenning opeens. U wou wat zeggen? Wacht even, we hebben een microfoon ergens. Oké, nee, dan hoeven we geen microfoon. Maar niks persoonlijks verder. We hadden het tot nog toe eigenlijk over de burger. Hè? Wat de burger produceert, hoe die zich gedraagt. We hadden een klein beetje hoe je hem kunt beïnvloeden aan de hand van een groen dopje, kennelijk. Of prijs, dat is allemaal interessant. Ik wilde eigenlijk toch ook even de kant van de industrie opkijken. Gewoon in iets algemenere zin. Om te beginnen, Arjan, zou ik je even willen vragen. Is het afval dat de burger produceert, hoe groot aandeel is dat van de totale afvalstroom in Nederland? Dat heb ik niet exact het percentage, maar ik kan wel vertellen dat het een stuk minder is dan van industrie. Hè? Dus de industrie? Ja. Maar dan zit je bijvoorbeeld ook met hele grote met industrie zoals de bouw, waar heel veel, je kan natuurlijk in volume of in massa. Hè? Dus in bouw speelt toevallig allebei, maar vooral ook massa vanwege de mineralen, dus de beton en alle bouwmaterialen, afval. Ja. En is dat dan afgebroken gebouwen, bij wijze van spreken? Nee, het is gewoon tijdens de bouw. Tijdens de bouw? Ook van de sloop, van demolition. Maar in principe is juist in de bouwsector zit heel veel afval nog. Ja. Maar leg eens uit waar dat goed zit. Ook in de industrie. Ik denk gewoon, je hebt een baksteen, er zit misschien een pallet onder. Is dat het? Ja, veel gebreken, maar ook misleveringen overhouden. Er wordt heel veel op maat moet gemaakt worden, er blijft veel over. Ja, ja. We hebben voor Amsterdam hebben gekeken waar zou je op in moeten zetten. En dan kom je eigenlijk op een paar stromen die heel interessant zijn. Los van even van het consumenten. Ja. Dat zit hem in die mineralen, in de bouwafval. Dat zit hem toch ook in metaal, omdat ze een waarde hebben. Nu op dit moment al heel duidelijk. Ja. En het zit ook in etensafval. Etensafval? Ja, als je daar nog theoretisch nog wat kan doen richting, als het goed ingezameld wordt bij restaurants, dan kun je ook daar nog heel veel. Dan kun je een soort tweede. Het gaat erom dat je dus eigenlijk, je wil niet recyclen, eigenlijk wil je eerst hergebruiken. Eerst wil je wat waarde heeft, wil je kunnen hergebruiken. Dus die bankstel aanbieden bij een milieustraat, zodat het als bankstel of eventueel omgevormd tot andere producten, alsnog een tweede leven kan. Dus we zitten heel vaak, hebben we het over recyclen, maar recyclen zit toch weer een beetje later in de. Maar je hebt dus, wacht even hoor, je hebt hergebruik, zeg jij. Ja. En recycling, dat zijn verschillende dingen. Het ene is niet gemalen en het andere wel. Ze hebben vaak over de triple R in het Engels, hè? Dus de reduce, reuse en recycle. Ja. Dus in principe wil je natuurlijk zoveel mogelijk, en dat kan natuurlijk voor klein afval kan dat moeilijker dan, maar met name bij grotere, bij meubels of bij andere, bij kleren. Je wilt eigenlijk eerst reuse, hergebruik, en daarna pas wil je gaan recyclen. Want heel vaak is het dan wat ze noemen downcyclen. Dus dan is is het toch voor een mindere toepassing. Ja. Ik begrijp dat het in Surabaya ook gebeurt, dat het ook best ver kan gaan. Dat je bij de bakker gewoon tweedehands zakken hebt waar je spullen in kunt vervoeren? Nou, bij de bakker niet. Je hebt ook sowieso niet zoveel bakkers natuurlijk in Surabaya. Maar dat is gewoon papieren zakken. Het was bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, wetenschappers zouden het. Ja, ik snap hebben het. Geen gevoel voor humor. Nou, die zak. Maar het klopt wel dat zelfs tot aan plastic of papieren zakken toe, die worden gewoon schoongemaakt, schoongeklopt en weer opgevouwen. Mooie stapeltjes gemaakt, uitgezocht op maat. Ja. En worden weer verkocht. Ja. En ook inderdaad flesjes die worden gebruikt van make-up en dergelijke worden gewoon schoongespoeld. En gaan meteen weer terug het circuit in. En hoe korter die route, hoe beter het is natuurlijk. Ja. En dat is het hergebruik waar we Arjan over horen. En dan recycling is zeg maar de grondstoffen daaruit gebruiken. Ja, dat kan ook in verschillende gradaties. Maar inderdaad, dan is het recyclen komt neer op de grondstoffen of onderdelen van. Mm-hmm. Oké. Okay. Er was daar iemand die een hand op zak. Ja. Oh, wacht even. Microfoon, daar heb je hem weer. Kom achter langs. Dat gaat makkelijker.
Een opmerking, begrijp ik. Ja, ik werk al jaren in Afrika. En een van de grote problemen is daar juist die verpakkingen. Die worden dan inderdaad gerecycled. Maar dan wordt er bijvoorbeeld in een doosje schoensmeer wordt afgewerkte motorolie gestopt. En het dan weer als smeer verkocht. Hetzelfde gebeurt ook in flesjes van Heinz ketchup. Daar wordt wel een rode substantie in gestopt, maar dat is geen ketchup. Dus er zitten wel wat gevaren aan dit soort hergebruik. Dan leen je eigenlijk de verpakking om er een nepproduct mee te verkopen. Ja, dat is natuurlijk ook nog een vorm van hergebruik. Ja. Ja. Het zal niet echt is dat een groot probleem daar? Sarah Lee moest dicht in Zambia. Oké, omdat er troep in hun flesjes werd verkocht. Schoensmeer van kiwi. Het wordt nu heel gedetailleerd, maar ik herinner me kiwi nog steeds. Ja. Toch even, de industrie. Een van de vragen die ik mij afstelde bij het overdenken van dit programma was... van wie is dat afval nou eigenlijk? Daar zou ik het ook wel eens even over willen hebben. Kijk, ik koop talkpoeder. Hè? Ik noem maar een voorbeeld. Dat schijnt bovendien half vol te zitten, die pot. Maar die pot, is die nou van mij omdat ik die gekocht heb bij dat product? Of kun je daar ook anders tegenaan kijken? Ik vraag het even aan. Ja, het hele principe van statiegeld is daarop gebaseerd. Hè? Dat je eigenlijk iets teruggeeft en dat je daar weer geld voor terugkrijgt. Ja. Of leasen is in feite... Hè? Dus er wordt wel gepraat tegenwoordig voor gebouwen om hele gevels te leasen. Omdat gevels het meest snelst als qua omloopsnelheid hebben. Dus er zijn allerlei vormen van nieuwe concepten, zou ik haast willen zeggen, die daarop gebaseerd worden ontwikkeld. Ja. En in principe is dat een deel van de oplossing is wel dat het eigenlijk de grondstof bij de industrie blijft die daar weer als grondstof dan wel op een andere wijze nieuwe producten mee moet maken of het moet oplossen. Maar dat zijn we. Hebben nooit gedaan, of dat zijn we vergeten. Maar in ieder geval gebeurt het niet. Je ziet het, het komt langzamerhand op. Bijvoorbeeld in de gevel, in de kozijnen, in de metalen kozijnenbranche. Daar komt het op, omdat ze ook inzien dat ten eerste de grondstofprijzen stijgen. En dus begint het langzamerhand te lonen. Maar ook daar, ik zei net al, van elke keer dat je het opteelt, dat kost geld. Hè? Ja. Dus ook daar geldt dus dat de logistiek of de wijze hoe het ingezameld wordt en de hoeveelheden, dat eigenlijk al sturen. Dus we zitten nog niet in een wereld, dan zou het ook al lang gebeuren. Want die industrie, dus de echte afvalwaarde, die wordt al lang ingezameld. Die wordt al lang en ja, helaas de afval met minder waarde, die wordt gelaten. Of erger nog, want er is een tijd geweest dat in Europa de regelgeving zo was dat je afval niet mocht exporteren over de grens. Ja. Tenzij het voor de helft gescheiden was. Maar dan zag je dus de tendens dat mensen, dat bedrijven dus voor de helft hun afval scheiden en in de vrachtwagen, andere helft echt rotzooi naar Oost-Europa stuurden. Ja, ja, ja. He, dus dat was het gescheiden afval, een excuus om het over de grens. Dus je ziet dat afval is echt een grensoverschrijdend probleem. En de mazen, zoals overal, worden ook daar gezocht om van een heel duur probleem af te komen. Of om juist die grondstoffen alweer al te delven. Ja, ja, ja. Ja. Als we naar de consument kijken, ik weet niet of jullie dat onderzocht hebben, maar die vraag van wie is eigenlijk die verpakking? Hoe denk je dat een gemiddelde consument dat ziet? Is dat van hem of haar zelf, dat spul? Die bak, die troep die je overhoudt? Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben we helaas nog geen onderzoek over gedaan. Dus, hoe zie je het zelf? Laten we daar even beginnen. Als jij een pak melk leeg hebt, ik weet niet of ze dat ooit gebruikt, maar een pak melk leeg hebben, is dat pak dan van jou of is dat van iemand anders? Nee, dat is zeker van mezelf. Ja. En ik denk dat het eigenlijk ook niet zoveel uit maakt hoe je dit, of je het als afval van jezelf of als afval van iemand anders ziet. Het gaat erom om hoe kan je het milieu beschermen. En dan zou het eigenlijk, als je intrinsiek gemotiveerd bent, zou dat eigenlijk niet uitmaken, zou ik denken. Maar dat is een goede onderzoeksvraag voor de toekomst. Nou, ik vraag het omdat als het van iemand anders is, je de neiging hebt om het terug te brengen. Misschien wel. Toch? Je houdt meestal de spullen van iemand die je geleend hebt niet eindeloos zelf. Dus dat zou een idee kunnen zijn om zeg maar, het scheiden in dat opzicht makkelijker te maken.
Maar dan moet je het mensen wel wijs maken dat het allemaal van iemand anders is. Een voorbeeld. Oké. Okay. Dat willen we best horen als er ergens een microfoon is. Ik had het voorbeeld. Doordat ik de laatste tijd met afval bezig ben, sprak ik iemand en die zei, als ik naar een bouwmarkt ga, dan zit alles verpakt in eigenlijk stevig plastic dat je eigenlijk nauwelijks los kan krijgen. Dus wat doet die? Die neemt de Stanley-mes mee en die maakt die verpakking open als hij betaald heeft en die laat het plastic achter in de bouwmarkt. Ja. Ze kijken hem wel iedere keer met een scheef oog aan. Maar het is toch ook de industrie die zorgt voor dat soort idiote verpakkingen. Ja? Eén deur verder, Lucas? U toch hier met de microfoon bent. Ja? Een van uw laatste vragen was, hoeveel afval produceert de consument? Ja. Dat vind ik een heel erg vervelende terminologie. Want de laatste 30 jaar hou ik me zeer met milieu bezig. Ja. Maar de hoeveelheid verpakkingen, zo ook van etenswaren die je in supermarkten koopt, die is 1000 keer toegenomen. Je kan haast niks meer kopen wat niet in een plastic doosje zit of zoiets. Ja. Dus hoe produceer ik nou afval? Nou ja, maar daarom stel ik ook die vraag van wie is het eigenlijk? Wij zijn bijna verplicht om afval te kopen. Ja. Ja. Ja, tenzij je overal voor naar een ambachtelijke slager gaat of wat ook. Oké, goed punt. Goed punt. Je kunt er niet onderuit. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja? Ik zeg eigenlijk altijd, we hebben maar één punt, hè? Ja, een nieuw punt. Oké, een nieuw punt. Ik wist eigenlijk het werkt niet, die opmerking. Ik wist eigenlijk niet dat gemeentes zo onafhankelijk van elkaar eigen beleid hadden over het afhalen van afval. Ja. Ik woon in een gemeente waar groen, grijs, blauw, oranje afval gewoon wordt opgehaald. Okay. En ik weet dat in grotere steden dat moeilijk is om met vrachtwagens door Amsterdam te rijden. Mm-hmm. Maar ik wist niet dat bij kleinere gemeentes nog zoveel onderscheid is. Want wij brengen het gewoon, we zetten het neer en het wordt opgehaald. Ja. Waarom zou dat niet een politieke aanpak kunnen worden? Ja, oké. Okay. Ja. Welke gemeente is dat? Ik wil het nou ook weten. Culemborg. Culemborg. Oké. Okay. En mevrouw de wethouder, welke gemeente bent u van? Ik ben geen wethouder. Hoor. Oh. Nee, want dan had, raadslid. Dan had ik boter dit op mijn hoofd. Boter op mijn hoofd gehad. Juist. Maar welke gemeente? Nee, wij gemeente Medeblik, maar wij vallen onder het CAW, het Centraal Afvalverwerkingsverwijderingsbedrijf West-Friesland. En daar is wel dezelfde, in die 7 gemeentes wordt op dezelfde manier afval opgehaald. Ja. Ik vond dat voorbeeld van, ik kom zo, of de microfoon komt zo. Dat voorbeeld van het opensnijden van verpakkingen en het gewoon bij in de winkel achterlaten vond ik wel heel inspirerend eigenlijk. Wie doet dat hier bijvoorbeeld? Wat? Er was iemand die zei, ik ken iemand die gaat naar de bouwmarkt en daar haalt hij de blisterverpakking ter plekke van zijn schroevendraaier af, zeg maar, en laat de verpakking voor de bouwmarkt. Dat lijkt mij een fantastische oplossing voor zouden een heleboel. In de supermarkt moeten doen. Een heleboel gezeur. Ja. Zou je in de supermarkt ook moeten doen? Ja. Dat is dan net een beetje een bottom-up. Nou, ja. Wie doet dat hier? Niemand? Wie vindt het een goed idee? We hebben iets geleerd, mensen. We hebben iets geleerd. Interessant. Wat je wel in supermarkten ziet, is dat mensen de bloemkool schoonmaken in de supermarkt. En dan al die resten de stronk meenemen en de rest laten liggen. Ja. Ja, volgens mij lost dat niks op, want je hebt even goed het afval. Alsof het nou in de bouwmarkt is. Dus dat lost uiteindelijk niet zoveel op. Ja, voor de stromen maakt dat niet uit misschien. En als ik nog mag, Martijn, één ding over van wie is het afval? Daar is in de Verenigde Staten, wat natuurlijk wel een heel ander land is dan Nederland, daar is een rechtelijke uitspraak over geweest. In een heel grappig geval. Het was de biograaf van Bob Dylan, die had zijn afval verzameld. Die ging er door, ofwel om te kijken of er nog heroïnespuiten in zaten of naalden, of maar misschien ook welke soep eet hij. En daar heeft hij tegen geprotesteerd bij de rechter. Van, ik zet het op straat, ik heb het weggegooid, maar het is nog steeds mijn afval. Het moet je van afblijven, maar dat heeft hij verloren. Dus op het moment dat jij het afval weggooit, is het niet meer jouw eigendom. Maar daar zit natuurlijk ook de implicatie achter, daar ben je er ook niet meer verantwoordelijk voor. Ja. Zo had Bob Dylan het niet bedoeld, maar maar het is inderdaad een goed idee van hoe ver blijf je verantwoordelijk? En is het nog jouw probleem, ook als je het op straat hebt gezet? Ja, oké. Microfoon. Nee, dat werkt echt niet. Denk aan Sao Paulo. Ja. Ja, sorry.
Mijn dochter kwam terug uit Londen en ze weet van ons dat wij bezig zijn met dat afval op straat hier in Amsterdam. En zij zei, je hebt daar helemaal geen afvalbakken. Want iedereen voelt dat hij verplicht is dat zijn eigen rommel mee te nemen naar huis. In Londen is dat? In Londen. En de straten zijn helemaal schoon. Oké, ja. Dat laatste weet ik niet helemaal zeker trouwens, van de keren dat ik er was. Maar, oké. Ja, daar. Ja, we gaan nog even wat handen af. U had het net over hergebruik en recycling. Iets harder graag. U had het net over hergebruik en recycling. Ja. En ik vroeg me af of circulaire economie dan nog een stap verder is. Oké, circulaire economie. Ja. Zal ik aan jou vragen wat dat betekent? Ja. Nou, zeker, ja. De circulaire economie heeft er. Kijk, wat wij op dit moment vaak doen is, we proberen alles te monetiseren met geld. Hè? Dus alles de waarde uit te drukken in geld. De circulaire economie is erop gebaseerd dat je andere waarden hebt en dat je die met elkaar moet verbinden of met aan elkaar kan koppelen en daarmee eigenlijk een business case rond kan maken. Letterlijk en figuurlijk kan je de cirkel sluiten door andere waarden te koppelen aan. Dus dat kan zijn dat iets mooier wordt omdat het retro is. Maar het kan ook zijn dat je circulaire economie is ook gebaseerd dat je dus, dat noemen ze een ecosystem services, dat je meerdere functionaliteiten koppelt aan elkaar, waardoor je uiteindelijk de niet economisch rendabele aspecten van hergebruik of recycling betaald met anderen die het wel zijn. Hè? Dus zoals nu bijvoorbeeld metalen al worden opgehaald gratis bij mensen thuis, omdat er bedrijven zijn of mensen die dat. Ja, soms zelfs kunnen ongevraagd, begrijp ik wel. Ja, ook dat. Ja. Ja, dus, maar als je dat doet, in feite is het natuurlijk fijn voor die mensen, maar als je dat kan koppelen aan het feit dat ze eigenlijk ook een stuk moeten meenemen, dan koppel je het aan elkaar en dan ga je eigenlijk een vorm van economie organiseren rondom. In dit geval recycling, het sluiten van kringlopen. En circulaire economie is erop gebaseerd dat je dat probeert voor elkaar te krijgen op kan meerdere schaalniveaus in de gemeente. En je zegt dat heeft niet alleen maar met de financiële waarde van. Nee, er wordt heel vaak de fout gedaan, omdat mensen denken economie is geld. Hè? Dat is natuurlijk ook nog steeds een van de belangrijkste waarden helaas in deze wereld. Maar, en is ook een belangrijk onderdeel. Ja. Maar omdat het is gewoon gebleken, en we doen ook een groot onderzoek in Europa daarnaar, met juist het koppelen van meerdere vormen van waarde, hè, dus dat kan allerhand waarden zijn, kun je eerder, dat is dan toch weer een business case noemen, kun je een sluitende case krijgen om iets toch richting een circulair, richting een kringloop maar op te lossen. Wat merk ik daarvan als huishouden in Amsterdam-Noord? Wat moet ik dan doen of laten? Nou, het heeft heel erg te maken met het koppelen van vraag en aanbod. Ja. En dus op dit moment eigenlijk weten we niet wat er. Het is zelfs opmerkelijk dat zelfs bij een sessie hadden we een week geleden met de gemeente Haarlemmermeer. Het was hier in Amsterdam, maar het waren meerdere gemeentes. En die gaf aan, eigenlijk weten wij niet wat we met ons maaiafval, wat daarmee gebeurt. Ja, we hebben het uitbesteed aan een bedrijf en wat ermee gebeurt. Terwijl in feite heeft dat een waarde. Ja. Het heeft een waarde. Want dat bedrijf wil het hebben, kennelijk. Nou, je kan daar biogas, je kan er nutriënten uit terugwinnen. Je kan van alles kun je daar weer uit. Hè, dus de andere waarde dan alleen geld. En, ja. En zo'n bedrijf die doet dat of doet het niet. Maar het feit dat zo'n gemeente dat niet weet, is natuurlijk een beetje al de eerste stap. Hè. Dus de circulaire economie heeft heel erg te maken met het feit dat je dus eigenlijk die onwetendheid aan elkaar koppelt. Dat je met z'n allen weet van waar is er nou vraag naar en waar is aanbod. En hoe kun je die op zo'n manier met elkaar koppelen. Dat je niet meer het eerst 10 of wel meer afstand moet afleggen om het ergens geconcentreerd alsnog te recyclen dan wel om te verbranden. Ja. Ja, we hebben voor Schiphol bijvoorbeeld onderzocht het afval waar dat allemaal naartoe gaat. En dat is dus over heel Nederland verspreid. Als je dat als een ster uitzet, dan gaat het van Lelystad tot in Zuid-Limburg tot in Noord-Holland. En ook in de Verenigde Staten heeft MIT afval gelabeld met sensoren. En dan zie je ook dat het letterlijk niet eens over de Verenigde Staten, maar over de hele wereld verspreidt. Dus verspreiding is echt een van de grootste problemen ten aanzien van onze grondstoffen. Ja, omdat we daar eigenlijk niet goed zicht op hebben. Of niemand wil dat hebben. Ja. In principe hebben we natuurlijk leven in een gesloten ecosysteem, de wereld. En het moet dus alles is er nog. Ja, grotendeels wel. Dat is waar. Ja, die prijsprikkel wil ik er toch nog heel even uittrekken. Dat is iets waar jullie in Groningen volgens mij veel waarde aan hechten. Prijs kan iets, de waarde, de economische waarde of prijsprikkels of kosten van verwerking zijn een belangrijke factor in hoe mensen zich gedragen als het om afval
scheiding gaat, ja, of afvalbeperking misschien zelfs. Hoe sterk is dat effect? Kun je daar een gevoel voor geven? Dat kan ik zo niet zeggen, maar dus wat eigenlijk voor ons belangrijk is, dat je deze financiële prikkels of dat het heel makkelijk of makkelijk is om afval te scheiden, dat het op een continuum is. Mm. En dat als het heel makkelijk is en dat je de economische prikkels hebt, dat het eigenlijk iedereen gaat scheiden. Ja. En dat het niet daarom om de motivatie gaat. Dus het gaat echt om de context is zo convenient dat iedereen dat gaat. Precies, en dan gaat het niet over ik hou van het milieu of niet. En als je deze financiële prikkel wegneemt, of dat het niet meer makkelijk, dat het niet meer haalbaar is om het makkelijk te maken, dat dan eens iedereen stopt met afvalscheiding. En natuurlijk heb je dat op de andere kant ook, dat als het heel moeilijk of kostbaar is, dan gaat het ook niemand doen. En dat deze motivatie of hoe belangrijk je het beschermen van het milieu vindt, dat het eigenlijk zo in de middel is. Dus als het zo'n beetje, het moet toch een beetje moeilijk zijn dat je het gevoel hebt, ja, je doet inderdaad iets goeds voor het milieu. En het is niet alleen omdat het financieel heel goedkoop is, of dat je dat doet omdat het heel makkelijk is, maar dat je toch het gevoel hebt dat het een beetje moeilijk is en dat je dat daarom voor het juiste doet. En waarom is dat een optimum? Omdat daar het beste gescheiden wordt bijvoorbeeld? Is het resultaat dan het beste? Het resultaat is eigenlijk dat je dat op de lange termijn dan ook doet. Dus als het een beetje moeilijk is, dat je het uit intrinsieke motivatie doet. Ja. Dus als deze prikkel of de financiële prikkel, of dat het een beetje moeilijker wordt, dat je het nog steeds doet. En daarom gaat het bij ons dat wij proberen dat je consistent milieuvriendelijke gedrag op lange termijn doet. Oh. Wederom, als er een microfoon in de buurt is. En die komt eraan. Precies. Voor de psycholoog, ik ben bijzonder geïnteresseerd. Ik ken het fenomeen. Kunt u iets harder praten, alstublieft? Voor de psycholoog, ik ken het fenomeen het Groningen-syndroom. Groningen is verantwoordelijk geweest voor een totale frustratie van alle mensen die begonnen met gescheiden afval. Ja. Wat is de invloed van degene die u onderzocht heeft tegenover andere normale Nederlanders? Wacht even, ik weet niets van een Groningen-syndroom. Misschien moeten we dat eerst even uitleggen. Daar werden de mensen geacht alles te scheiden. Ja. En analoog aan het verhaal van die glasbakken, dat alles in één wagen gekieperd wordt. Wat ook niet waar is, want in andere gemeenten zitten echt 3-4 bakken waar het glas echt op kleur gescheiden wordt. Maar in Groningen werd alles gescheiden opgehaald en het werd op de stortvloer in de verbrandingsoven gegooid. En dat hebben ze jarenlang onder de pet gehouden. Ja. En het werd ook niet gecommuniceerd met de burger. Oké, maar de vraag was, wat was de vraag eigenlijk? De vraag is, als je dus nu duidelijk elke keer spreekt over mensen die iets onderzoeken, wat het effect is van werkelijke Groningers die dat fenomeen hebben meegemaakt, bij andere mensen die wel effectief kunnen scheiden, die weten wat duurzaamheid is, die weten wat glas, die weten wat acacia is, maar alleen tegen de belemmeringen van de gemeentes oplopen, dat je niet een gescheiden station hebt waar je het adequaat kwijt kunt. Ja. Oké, ik beschouw dit meer als opmerking dan als vraag eigenlijk toch. Dankjewel. Hiervoor nog en dan ga ik eventjes een klein intermezzo doen, toch? Ja, we hebben net al gehad over wat burgers kunnen doen en wat overheden aan beleid zouden kunnen doen. Maar het lijkt me dat de vuilnisindustrie echt een industrie is waar grote commerciële belangen spelen. Grote commerciële partijen in feite de dienst uitmaken. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Hoe belangrijk is de vuilverwerkende industrie? Dat bedoelt u? Ja. Zullen we even... Ik heb wel even gerefereerd naar de afvalverbranding in Nederland. Hè. Dus dat, Amsterdam gaat ook met delegaties, gaat AEB ook mee. Om in feite helpen oplossen van hoe het met afvalverbranding overziet. Of het toch importeren van afval, van capaciteit om te verbranden.
Dus er is inderdaad een enorme... En ik zelf ben ook betrokken bij Napels in een project. En in Napels is het natuurlijk weer gelieerd aan de maffia zelfs. Hè. Het is een bekend fenomeen natuurlijk. Doen we nu heel veel onderzoek in Napels. Waar letterlijk echt de militaire basis van Amerika die daar gestationeerd zijn... die eten geen groente meer uit de omgeving. Zo vervuild is alles daar. Wij toeristen doen het nog, maar het is echt heel ernstig daar. Ja. En... je ziet het dus. Dus het is de positieve kant, hè, want daar ligt ook de oplossing. Er zit toch een stukje, want juist in dat circulaire, in die waardes. Maar dan heb je ook die industrie nodig. Die heb je nodig, dat... ja. Dus, maar ik denk dat zo'n voorbeeld van de gamma, of welk bedrijf, doe het zelf, waar het plastic wordt. Eigenlijk moet je zo heropvoeden. En dat kan alleen maar door, ik denk ook toch door een vorm van bottom-up crowd-achtige acties. Sorry, je hoopt dat de bouwmarkt dan doet wat het moet doen. Het is eigenlijk een beetje, dat is letterlijk de definitie van bottom-up. Dus je legt het probleem neer bij de doe-het-zelfzaak die op een gegeven moment denkt, ja, maar die moet ook betalen voor een afval. Dat is kunnen ze dat, en op een gegeven moment wordt het probleem zo groot dat ze dat natuurlijk bij de industrie neerleggen. Het is net andersom. Het is de omgekeerde wereld. Het liefst doe je het allebei, maar ja. Ja, wacht even. Ja, Oké, dat is een goede vraag. Gaan we doen en daarna ga ik even naar Fortini. Hoe vervuilend is het? Verbranden van afval, dat levert iets op, warmte. Maar daar is ook een vervuiler. Het is ook een vervuiler. Ja, dus. Laat ik het positief beginnen. Het wordt steeds schoner. Maar daar moet heel veel voor gedaan worden. En het is gewoon de laatste stap eigenlijk. Nou ja, ze zeggen altijd dumpen of storten is de laatste stap. Dat doen we in Nederland in principe niet meer. In sommige andere landen om ons heen nog steeds wel. Zoals in Verenigd Koninkrijk en elders. Maar verbranden is ook eigenlijk op dit moment voor ons de laatste stap. Want je haalt eigenlijk gewoon, je degradeert gewoon het tot stookmateriaal. Dus inderdaad voor warmte. En daar produceer je heel veel gassen bij. Ja. Ja, je bent wat op zich ook weer een milieuprobleem kan zijn. Dat is neem ik aan de vraag. Niet op zich, dat is een milieuprobleem. Ja. Oké. Ja. Brand, die moet gewoon boven blijven, denk ik. Oké. Ja, ik moest net al even aan je denken, maar ik kon je niet vinden. Dus, maar daar zit je, juist. Van het afvalverwerkingsbedrijf. Ja. Ik beschouw mezelf ook liever als afvalverwerkingsbedrijf dan als afvalverbrander. Maar in dit kader frame ik het dan toch maar even zo. Ik wilde de ladder van Lansing nog even inbrengen. Het is natuurlijk een hele bekende afvalhiërarchie die wij hanteren met z'n allen in Nederland. Waar de ladder van Lansing. De ladder van Lansing. Lansing was een Kamerlid ooit. Ja. Juist. Vertel, wat is dat? Nou, tot de jaren 80 ongeveer werd al het afval in Nederland gestort, zoals we net al hebben gezien. Ja. En toen is langzaam de afvalverbranding tot stand gekomen in Nederland. Toen kwam de dioxineaffaire met van de afvalverbranding allerlei dioxines die in de lucht kwamen met grote milieuproblematiek als gevolg. En kijk, daar komt hij, alsof we het ingestudeerd hebben. Ja. En vervolgens zijn alle afvalverbranders ook aan hele strenge normen onderworpen. En als je nu op bezoek gaat naar een afvalenergiecentrale, zoals we die tegenwoordig noemen, en ik nodig iedereen uit om eens keer bij ons langs te komen, dan zie je dat de afvaloven een heel klein stukje is en dat daarachter een enorme rookgasreiniging staat, zoals dat heet. Dus het is eigenlijk met name een rookgasreiniging met een klein stukje verbranding ervoor. Ja. Om zo de afvaluitstoot of de rookgassen tot een hele belangrijke mate te beperken. Maar goed, het is natuurlijk niet de norm die we op dit moment willen hanteren. Nog steeds niet, ondanks dat dat inmiddels milieutechnisch een stuk beter is. En we, zoals de dame net ook al zei, heel veel warmte uitkoppelen en elektriciteit terugwinnen. Ja. En een stap hoger op de ladder van Lansing komt recycling, wat een nog betere milieuoplossing is. En als je dan nog verder gaat in de hiërarchie, kom je op hergebruik en preventies. En allemaal thema's die vandaag al aan de orde zijn geweest. Ja. En dat is ook de ontwikkeling die we als Nederland doormaken met elkaar. En die we aan alle kanten mogelijk moeten maken. Wat mij betreft ook op het gebied van wet en regelgeving. Maar het is nog niet af, dat zeg je ook. Ja, we zijn op al die treden eigenlijk nog bezig. Ja. Nu was de vraag die hier over de industrie werd gesteld, was volgens mij een beetje malicieus in de zin van jullie moeten ook gewoon letterlijk de schoorsteen laten roken.
je bent natuurlijk een bedrijf dat gewoon afhankelijk is van ook wel voldoende aanvoer van troep die je kan verbranden. Laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat klopt. Gelukkig hebben wij binnen het bedrijf twee verschillende doelstellingen. De enerzijds proberen de gemeente te helpen zoveel mogelijk te recyclen. Maar inderdaad, we hebben ook een kapitaalsintensieve installatie staan, ja, die ook nog niet afgeschreven is. Net als wij zijn er nog 12 maar andere afvalverbranders in Nederland. Importeren jullie dan spullen uit Napels ook? Wij importeren en met ons eigenlijk alle afvalenergiebedrijven in Nederland en overigens ook onze Duitse collega's en Zweedse collega's importeren wij inderdaad afval met name uit Engeland. Ja. Omdat je ziet dat ze in Engeland nog geen afvalenergiecentrales hebben en vooral dat afval storten. Dus als je, ja, kijkt vanuit met de Engelse bril, kun je beter het afval dat ze in Engeland hebben naar Nederland transporteren en het hier verbranden dan het in Engeland ter plekke storten. Het, ja, allerbeste zou natuurlijk zijn om in Engeland zelf een oven te bouwen. Ja. Maar goed, die invloed hebben wij niet. Ja, oké. Sorry, wat zei je? Nee, ik zei misschien helpt de Brexit. Maar ik, misschien helpt de Brexit. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ja. Even kijken. I'll switch to English now. This is quite weird in an evening where we're talking Dutch most of the time. But I have a special interviewee tonight who I'd like to invite here. Fontini Sentaki. We agreed to speak English. Yes. Thank you for that. Okay, that's easy. We invited you because you have a special project in, let's say, recycling of plastics mainly. Mm-hmm. Could you explain, you're connected to the Delft University, could you explain exactly what this project is doing? Yeah, so last year we started in a small consortium consisting of TU Delft, AMS Institute, IB Amsterdam, mm-hmm, and two startups. And the idea was to work on a new way for recycling plastic that, yeah, takes advantage of large-scale 3D printing. We started with plastic, and this idea was tested in Amsterdam. We started from plastic because in the municipality of Amsterdam, approximately 25% of the total waste volume is plastic, and only a small percentage is currently recycled. So we thought by actually, let's say, testing a new technique, mm-hmm, for recycling plastic and with new technologies could, let's say, bring a few advantages to the city. Yeah. One can recycle locally, but also, and in that way also boost local economy, create very short material paths, and also raise awareness. So first we wanted to test how this is possible. We started from small material tests. We collected our own plastic waste. Your own? Yes, which is a lot, especially during lunch breaks. Yes. And what we first realized is that actually one plastic bag from a household contains a lot of different types of plastics. There's many kinds, yeah, yes. Could be more than 6 different types. Mm-hmm. And it's not possible to recycle them all together. So one needs to first separate them, then wash them, thread them, and then put them in the 3D printing. Okay. And of course, it sounds easy, but it's very challenging to find a technique how to do all that. What exactly is the problem then? To produce something new from these resources, or are you looking for the techniques to produce some products from it, or is it the selection of the right plastics? Where's the challenge? What we want to, the challenge is how to use a material that is discarded, yeah, for an advanced technology that is 3D printing. 3D printing, yes. 3D printing opens up new possibilities. It is possible to produce parts that are advanced and can have a certain performance. Yeah. What we wanted to do in our project was actually to develop parts that will that are placed in public space. Okay. And the reason is that it's products that can last for longer than the single-use plastic packaging. But also it's easy to trace. It's easy to find when something is broken, it's easier to know from which plastic it comes from and then repair it or recycle it. Okay.
So in that case, we wanted to define a better application for plastic, but also a better a new way for recycling these materials. I see. Okay. And what products are we talking about? I see a kind of a bench. In order to understand what are the possibilities, we did a few brainstorming sessions with the municipality of Amsterdam. Yeah. And we wanted to understand what is useful for the municipality. Among other ideas, it was to make a bench, a bus stop, playgrounds, recycling bins, and all of these are possible with 3D printing. Okay. We wanted to start with the bench, mostly to showcase the potentials. It shows that actually the recycled material that we managed to develop is able to carry, for instance, one person. Okay. And because this is real, what I'm seeing. This is real. Okay. We tested that at the Museumplein in Amsterdam. I noticed. Is it still there, or just for the photo? No, we tested it for a few hours. Okay. And we made a movie out of it. Okay. And it was a really nice experience because we were explaining to the people that this was made from the plastic waste coming from the city, and people were so thankful, saying, "Thank you, you did something so nice for the environment." It was really interesting to realize that sometimes it's not obvious that actually what we think it's waste is useful for material for the next use. Yes. And next application. Could you explain how much material, for instance, do you need for something like this bench? In this case, we used 50 in the black version. Yeah. We used 50 kilos of materials. How much? 50 kilos. 50 kilos of plastic waste. Okay. And that is actually more than what one Amsterdammer produces per year of plastic waste. So we wanted to we just realized that actually what we throw away every day is useful and can become the raw material for new products that can upgrade public space. Okay. And how hard is it to find the right materials for instance, this bench? I mean, can you use any plastic? No, you can't. So you have to select what you can use? Yes. It's not that we just throw in the printer any plastic material we found. Okay, so it's quite hard to get but, the right stuff. We have tested already three different types of plastic packaging that are commonly used in plastic packaging, and it worked well. But what kinds are they? For instance, from plastic bags. This is polyethylene or? Is the low, polyethylene, low density polyethylene. Then we have also tested PP. Mm-hmm. And also we have tested PS, so many more options are possible. And now what we are trying to define is how we can actually create monostreams in a smarter way. So currently what's happening is that every day we throw in our bins all different types of and then the company needs to take it and separate it. Mm-hmm. But in many areas, for instance, in public buildings, it could be that only one specific type of plastic is used. And then to begin with? Yeah. Uh-huh. And then we could directly pick it up and continue with 3D printing. Right. So I think there are also this topic is also very interesting, how we can create monostreams in the way we live. Okay. Yeah. We see a bench right now. Mm-hmm. What else can we expect to come from the project? We focus mostly in public space and how this could be improved. And we work a lot with the municipality of Amsterdam. So we try to define together what are the next steps. Okay. It can be public furniture, but also it could be performative components, for instance, sound-absorbing tiles or water-absorbing, tiles. All in the public space. Yeah. Okay. We really want to demonstrate this idea that the waste from the city can become useful material for the city again, and in that way create a full circle. Okay. They look great. Who did the design?
You did? Not only myself, but okay. The whole team, yes. And are they actually somewhere in the city, or is this just a demonstration? Actually, in October there will be a demonstration in the municipality of Amsterdam. Okay, where? Museumplein? Plein again? Unfortunately, no. No? In the town hall. In the town hall? Yeah. Okay, well, we can all go there and sit on it. Okay, well, thank you so much. I'd be interested to actually sit on one, so I'll go there in October. Thank you so much. Thank you very much. We hebben nog 10 minuten en daar gaan we nog eigenlijk één ding goed bekijken. Daar moet ik aan denken vanwege de opmerking die er kwam. Van, kun je niet gewoon zorgen dat er om te beginnen al gescheiden stromen zijn? Ja. Met andere woorden, we krijgen al die rommel maar door elkaar binnen. Maar je kunt dat ook slimmer doen. Is dat een idee? Ja, ik denk het zeker. Dat maar je gaat eerst voorwaarde. Maar ik wil eerst iets anders ja, zeggen. Ja, dat dacht ik al. Zij werkt natuurlijk bij mij in een leerstoel. En wat belangrijk is om te melden is hier dat... dat het dus niet alleen belangrijk is dat je het puur houdt, de vorm, en dat je dus daarmee nieuwe technieken vormt. Maar dat er ook eigenlijk meteen ook een ander dilemma raakt. Is namelijk van, wat voor signaal geef je? Hè? Want als je dus het signaal geeft aan mensen van, ja, wij kunnen als techneuten, als ingenieurs, kunnen wij een probleem oplossen. Ja. Dan krijg je een tweede orde effect. Dan zeggen ze, oh, dan kan ik mijn plastic blijven weggooien. Ja. Ja, dus het is een soort van dilemma. En dat heeft ze niet hier kunnen vertellen, maar dat is wel wat onderzocht ook wordt. Je bedoelt eigenlijk... Tegelijkertijd. Dat je... Enerzijds wil je, nou, als mensen gaan denken van, ja, er worden mooie bushokjes van gemaakt. Er worden stoeptegels van gemaakt. De bermpaaltjes. Alles wordt van gemaakt. Perfect. Ik hoef niet meer te veranderen. Ja. Dat is altijd het eeuwige dilemma niet van de ingenieur, dat klinkt heel erg, maar toch wel heel vaak dat je altijd tweede orde effecten hebt in gedrag. Er komt toch de gedragscomponent. Ja. En daar die balans vinden, dat is natuurlijk ontzettend echt delicaat. Ja. En ja. Dat zou ik nog even gezegd hebben. Nee, want, zeker. Maar ik, kijk, dat werd hier straks door u, geloof ik, gezegd. De afgelopen 20 jaar of zo is mijn hoeveelheid huishoudelijk afval geëxplodeerd door al dat verpakkingsmateriaal. Ja. Wat we, ja, daar kun je niet omheen. Je kunt geen bloemkool meer kopen zonder dat er iets omheen zit, bij wijze van spreken. Ja. Voordat je het weer letterlijk neemt natuurlijk. Je moet inderdaad zoveel mogelijk scheiden naar kwaliteit. Ja. En je moet ook, we moeten met z'n allen anders gaan denken in de zin van dat dit is gewoon allemaal, dit is waarde. Wat die berg die daarachter ligt, hè, dus deze, dat is gewoon, dat noemen we niet tegenwoordig, noemen ze dat de urban mine. Ja. De stedelijke gewoon mijn die je kan delven. Heel veel mensen weten niet, bijvoorbeeld al die lege containers met al die consumentenproducten die uit China komen, hoe gaan die terug? Ja, een heel groot gedeelte. De rijkste vrouw in China, die beheert die containers, die laat ze terugkomen met metaalafval. Oké, maar dat is al gescheiden dus. Die beseft als geen ander dat natuurlijk weer, dat het gewoon waarde maar heeft. Maar daar is dat een schone stroom. Eigenlijk moeten we dat lokaal houden. Ja. Eigenlijk onze waarde is waar we op zitten, waar we omheen. Dit is onze waarde. Ja. Onze gebouwen, onze materialen, onze producten, onze kleren, alles. Ja. En dus daarom dat ik blijf te hameren op het feit van lokaal oplossen. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. He, dus het proberen lokaal, maar ook inzichtelijk maken. Dat is de eerste stap. En om dat te doen, moet je inderdaad die stromen heel, heel puur houden. En dat is dat fenomeen waar je dan tegenaan loopt met groen afval of met verschillende kleuren glas. Ja. In hoeverre kun je dat overlaten aan mensen? Dat is een eeuwige discussie, die is nog niet beslecht. Dat begrijp ik, ja. Maar dat wordt steeds beter mogelijk. En bijvoorbeeld als je naar de auto-industrie kijkt, er is natuurlijk heel veel te zeggen over wat niet goed is in auto's, maar elk onderdeel wat plastics heeft in de auto, maar ook metalen, heeft een code. En daarmee kunnen ze het al echt tot bijna, ik dacht 95% kunnen sommige merken hun producten eigenlijk weer terug traceren wat voor materialen erin gebruikt zijn. Ja. Als je dat doet met alle producten, en daar zijn al de eerste stappen voor gezet, maar dan kun je dus ook beter, zeg maar, scheiden en beter. En dat kan via sensoren geautomatiseerd worden, maar er zijn nog heel veel stappen daarvan verwijderd. Maar daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Laatste punt, laatste onderwerp voordat we naar de column van Jelle Reumer gaan, die ons weer stichtend ten onder laat gaan doorgaans in dit soort omstandigheden. Maar dat terzijde. Preventie. We zagen het helemaal bovenaan de ladder van Lansing. Preventie. In Surabaya lijkt me dat geen haalbare kaart, want mensen leven ervan. Ja, daar is het ook niet nodig, omdat het afval wordt gewoon er toch wel heel erg door mensen uit elkaar geplukt en goed verwerkt. Ja.
Eén ding, want dat viel me op. Er werd steeds toch weer gesproken over het verbranden van afval. Maar dan ben je dus echt even goed kwijt. Dus, we zijn het helemaal eens wat dat betreft. Ja. Je kan het haast nog beter storten. Want in ieder geval heb je dan nog een urban mine, noem jij, van waar je nog een keertje terug kan gaan. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Eén ding wat me opviel is, ik heb wel eens een cakeje gekocht in Surabaya. En dat nam ik mee naar huis. En had ik 7 stukken plastic om dat ene cakeje mee te nemen. Dat is natuurlijk echt absurd. En dacht, nou, in Nederland komt het gewoon niet voor. Maar ik had laatst keer met een bosje bloemen gaf. Dus zat ik te tellen. En er zaten op dat ene bosje bloemen zaten ook 7 stukken afval daaromheen. En die bloemen zelf zijn ook nog eens afval, maar dat heeft gewoon een nut. Dus het wordt echt weer absurd. Ja. En ik zat te denken gisteren van Arjen Lubach, van dat ene filmpje over diervriendelijk produceren. Dat heeft niet iedereen gezien, denk ik. Nou, jullie kunnen allemaal Lubach hoe hij dingen belachelijk kan maken. En één zo'n filmpje, dat kan misschien meer laten zien hoe tot het in het absurde dat verpakkingsmateriaal is doorgewerkt. En één manier om het dingen te voorkomen, om die preventie te doen, is door het echt belachelijk te maken. En dat ik denk dat het beter werkt dan allemaal regelgeving of prijsmechanismen. Belachelijk maken. Ja, maar ik weet niet of Albert Heijn daar wakker van ligt. Of Pepsi-Cola. Nou, ik denk als Lubach... Uiteindelijk wel, denk jij. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook, wat was dat? Dat alcoholvrije bier wat voorkomen uit de schap is Bukler gehaald. Dus, Oké, dus afvalverwerkings... het afval moet zoiets worden als Bukler. Ja. Te gek voor woorden. Te gek voor woorden. Voorkomen belachelijk maken. Josephine Geiger, daar wil ik toch eigenlijk ook vanuit de psychologie nog wel wat ideeën over horen. Hoe kun je zorgen dat we dat afval helemaal niet maken, bij wijze van spreken? We gebruiken geen verpakkingen. Kan dat? Vinden mensen dat oké? Of mensen dat oké vinden of niet, dat is denk ik... Dat zouden mensen oké vinden. Ja. En ik denk vooral dat als het over preventies gaat, dat het niet zoveel over hoe kan ik het makkelijk maken, maar meer dat echt de intrinsieke motivatie om het milieu te beschermen, dat daar meer aandacht wordt gegeven om te kijken, oké, hoe kan ik mensen focusseren of gericht maken op het beschermen van het milieu. En ik denk dat daar dat een goede manier kan zijn om afval te maar als ik in een supermarkt kom, mm-hmm, dan moet ik wel verpakking kopen, zeg maar. Ja, dat is een probleem. En daar kan helaas de psychologie ook niet zoveel... Nee, dat zit meer bij dat bedrijf, de supermarkt en de leveranciers daar. Ja. Ja. Wetgeving? Houden ze op met dat afval? Misschien een beetje, maar ik zou het wel voor een ander punt. Dus schrijven wel de ingrediënten van het voedsel. Maar ik denk dus dat een materiaal, een bronnenpaspoort, dat is nu aan de orde bij gebouwen. Hè. We weten bij gebouwen, ik noem het net een urban mine, dat is natuurlijk heel leuk... Ja. Maar we doen heel veel onderzoek en we weten, het is gewoon niet boven water te krijgen wat in een gebouw allemaal aan materiaal zit. Ja. We hebben dat nu voor metalen, hebben we dat voor heel Amsterdam gedaan. En dan kun je in de kaart heel mooi zien waar de pieken liggen. Dat is een beetje in de ringzone. Maar voor alle soorten materialen wil je eigenlijk, weten wat in elk product zit. Ja. Of het nou een gebouw is of een doosje waarin korn of ander voedsel wordt verkocht. Maar op dat doosje staat eigenlijk achterop toch wat het is? Of nee, er staat voedselingrediënten, maar niet de materialen van de verpakkingen. Ja, als je dat gewoon er ook bij zet, dan kun je in ieder geval ook traceren... Van bewust maken bij de mensen wat eraan... het heeft toch met bewust maken te maken. Dus een regel, ja... Zal het veel uitmaken? In eerste instantie niet. Maar het zijn natuurlijk hele trage processen. Ja. En ik denk dat we wel naar een materiaalpaspoort moeten. Een materiaalpaspoort. Dat is gewoon op een pak staat wat er ook wat dat betreft in zit. En dan met name, de consumentenproducten is dan misschien nog, dat is nog vrij moeilijk. Maar het gaat met name om de producten die wat complexer zijn. Meubels, auto's, gebouwen. Oké. Okay. Ja. Heb ik nog één suggestie? Als je dan toch zo'n paspoort maakt... Zo'n ingrediëntenpaspoort qua grondstoffen. Zet er dan ook bij hoe lang het duurt voordat het weg is als je het op straat knikkert. Goed idee. Ja. Ja, dat is misschien ook nog een leuke indicatie. Ja. Zoveel calorieën en het duurt 35 jaar voordat het weg is. Ja. Deze kauwgombikkel. Oké, er is veel meer te zeggen. Dat ongetwijfeld gaan we straks ook in de kroeg doen, maar niet hier meer. Ik stap over... Ik zeg jullie zo dank, naar Jelle Reumer voor zijn slotkolom. Jelle Reumer, dames en heren.
Ze noemen het eufemistisch les fleurs du Sahel, bloemen van de Sahel. De miljoenen kleurige plastic zakken die grote delen van Afrika opvrolijken. Eenmalig gebruikt en daarna weggegooid, vallen ze ten prooi aan de wind die de zakken meevoert totdat ze ergens aan de stekels en takken van bomen en struiken blijven hangen. Het lijkt dan alsof die in bloei staan. Ook in ons eigen land is dit lang een probleem geweest. Overal kreeg je van die dunne zakjes uitgereikt, dikwijls gestreept als een gevangenispak en stevast in de vorm van een ouderwets mouwloos hemdje. Tegenwoordig zijn ze grotendeels verboden. Alleen op de markt wordt de vis er nog in verpakt, voorlopig althans. Dat in ons land het gebruik van plastic tassen en hemdtasjes, tenzij je ervoor wilt betalen, is verboden, is zowel een godswonder als een bizarre polderoplossing. De plastic tasjesfabrikanten schreeuwden destijds moord en brand met argumenten als de werkgelegenheid en dat de papieren tasjes ook milieubelastend zijn. Het godswonder is dat er toch een verbod door het parlement kwam, ook al is het geen echt verbod, want als je 10 cent betaalt, krijg je alsnog een plastic tasje. Pecunia non olet in de polder. Nee, dan Kenia. Daar zijn alle plastic tassen en tasjes verboden op straffen van draconische geldboetes. Tot 35.000 euro of 1 of 2 jaar achter de tralies. Men gebruikte alleen al in Kenia 24 miljoen plastic tasjes per maand. Soms werden ze eenmalig hergebruikt. Bij gebrek aan een toilet namelijk kun je er je ontlasting in deponeren en het dichtgeknoopte tasje met inhoud daarna over het tuinhek de straat op of de rivier inslingeren. De bloemen van de Sahel werden goed bemest. Costa Rica heeft ook deze zomer al het wegwerpplastic verboden. Van wegwerpbestek tot vleeswaarbakjes en petflessen allemaal verboden. Kijk, dat gaat nog ergens op lijken. Maar nu Nederland. Een kind snapte dat er een eind moet komen aan het ongebreidelde gebruik van al dat plastic. Dat er hoognodig statiegeld moet worden geheven op flesjes en blikjes. Maar de Tweede Kamer draalt, hakt geen knoop door, laat er door de frisdrankindustrie betaald onderzoek doen door de commerciële Wageningen Universiteit, laat het na terechte ophef nog eens overdoen door Delft en zal dat laatste rapport, dat overduidelijk aantoont dat statiegeld wel degelijk helpt, ongetwijfeld in een diepe la leggen waar het nooit meer uitkomt. Want ja, de werkgelegenheid van de plastic flesjes en zakjesfabrikanten, ai, ai, ai. Nederland moet zich schamen. Waarom kan hier niet wat in ontwikkelingslanden als Kenia en Costa Rica en Niger en nog een aantal andere wel kan? Soms valt dus te betreuren dat Nederland geen ontwikkelingsland is, want daar was de wetgeving een stuk sneller geregeld. Die hele pro-plastic en anti-statiegeldlobby moet in een flinke plastic zak worden gestort en die dan dichtgeknoopt en over het nationale tuinhek geslingerd. De Keniaanse stront achterna. Weg met die shit. Dank u wel. Dankjewel Jelle, buitengewoon leerzaam. Goed, dit was het voor hier althans centraal. Ik dank nog één keer de sprekers. Freek Colombijn. Josephine Keijger. En Arja van Timmeren. Rest mij nog u uit te leggen dat wij over een maand weer hier zijn op de derde maandag van, wat is het, oktober. En dan hebben wij het over een heel ander onderwerp, maar ook heel spannend. Misschien wel spannender nog, namelijk robots op het slagveld. Moeten wij onze oorlogen door machines laten voeren? En dan blijven wij lekker thuis. Vroeger zeiden ze, stel je voor er komt een oorlog en er ging niemand heen. We sturen nu onze machines. Kom kijken, de derde maandag van oktober. Tot dan!